De eerste stap op de weg naar recovery is admitting you uh -huh. dat je een probleem hebt. Welkom bij de AA. Uh-oh, ik ben hier aan in voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Sending is dee! Niet de baas! Slimmen op de mil in de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA! Onze gast vandaag uh, was in 2014, uh, won hij de Culture Comedy Award, uh, de prijs voor de grootste stand-up comedy talent in Nederland en Vlaanderen, evenals de befaamde Humo's Comedy Cup. Hij uh, was te zien in programma's als De Slimste Mens, De Ideale Wereld en de Vrede op Aarde. Verder heeft hij ook de hilarische rubriek De Standaard Koekhandel op Snapchat, ook te zien op YouTube. Welkom Lucas Lely. Dag Alex Agnew. Dus kijk, we hebben alle twee allitererende namen. Zeker, dat ja, je ja. ineens ja. door, dat is Be eigenlijk wel een goede. Ja, veel stand-ups, hè. Bas Birker. Ja, dat is eigenlijk. Amelie Albrecht. Jezus. Uh, ja, het is. Dus. Mai. Ja. Als je dat al hebt, dan zijn het al goed begonnen, denk ja. ik. Uh... Kamal Karmash. Ja, ook. Ja, ja. Jezus, ja, nou, dat je het zegt. Moet, moet ik beginnen googlen? Of, uh... Ja, begin te googlen, man. Ik wil weten hoeveel, hoeveel comedians dat er. Dat er al... Bill Burr. Ja, Bill ja. Burr sowieso, hè. Ja, ja zeker. Dat is, uh, ja, dan zit je in goede gezelschap. Kamp, hè? Als je kinderen al een goede voorzet wilt geven, al itereer ja. die handel. Mijn, uh, mijn dochter heet Amy Agnew. Voilà. Komt dus, in uh, orde. Voilà. Kom in orde. Dus orde. Kel is gedaan. Als die... oh. <laughs> <laughs> die moet eigenlijk al niks niet meer Pas doen. Gewoon. Basically, gewoon overal binnenkomen en er een naam zeggen. Naam, eerst je prijs. Kom maar die prijs, alstublieft. Toen <laughs> mij al benadrukken om die, die reeks. Zo is dat Boston Legal. Heb je dat ooit Nog niet gezien, nee. Nie. Dat is zoiets. Dat is al, al oud eigenlijk. Ja. Hè? Maar uh, degene die dat daar de hoofdrol in speelt is William Shatner. Ja. En die speelt een figuur dat Danny Crane heet. Ja. Nu geen een allitererende naam. Maar die is zo zot van zijn eigen naam. Dat je dat ook gebruikt als soort statement. Zo van uiteraard, ja. Danny Crane. Eerlijk dat is het enige dat je doet. Komt het goed? En zeker als je een allitererende naam hebt, uh, komt dat allemaal vanzelf. Ik ben van. Je hebt ze ja. allemaal toch al bijna uitgehaald. Het enige wat ik nog gevonden heb, maar dat zijn eigenlijk net niet alliter allitererende, is Begin Le Bleu. Maar er zit hier ja. bevelende L in. Uh, en ook uh, Piet de Piet oh, Pieter Preiter, ja, natuurlijk, maar die deed wel. Die, die patapatapa, pata, dat deed dat ja, wel, zo. Hè? die ja, ja. goede klank. Hufluf. pif, de pif. Maar dat is niet, dat is niet allitererend. Hè. Mocht het pifpufluf geweest zijn? Pifpufluf, dat was die het... Dat is niet de normaal. Vervolen, dan had ik uh... geen carrière gehad. <laughs> uh... Al dat kan zeggen de pif. <laughs> wel blijft wel een van de meest funny mensen dat ik al ooit gezien ja, heb. Ja, die die is... pifhufluf, ja. breekt want... het kot af. Uh... Ja, ook een klein beetje onderschat ook altijd, want dat is zo'n die zo heel vaak niet vermeld wordt. Maar die had vroeger zo'n show waar je zo oude plaatjes ja, draaide, ja. dat heb je nooit gezien. Ja. Maar dat is een van de meest waanzinnige, funny dingen die ik, ik ooit gezien heb. Ik is ook een extreem muziekkenner, hè. die weet echt ja, alles. Ja, dat van, is dat uh... echt een encyclopedie. Ja. Ik krijg daar ook altijd een plaat van. Als je, ja. zo, als, je, als je zo op een feestje is of er is iets, verjaardag of dan, je was er kwam je altijd met zo een of andere obscure vinyl ja, ja. af. Van, oh, dat moet je checken. Dat is, uh, en dat is zo een of andere rockabilly plaat uit de jaren 50 ja. van iemand dat je compleet niet kent. Maar dat is wel, dat is inderdaad een encyclopedie. Heel sappig accent ook, de man. Ja, dat is. Dat is. En enorm goed in improviseren. Ja, ook. Ja, ja. Ik herinner mij nog toen dat ik begon, was die eigenlijk al bezig. En ik heb ooit met hem in, uh, in Nederland, uh, in Nederland, in, in denk in West-Vlaanderen samengespeeld. En dan speelde ik zijn voorprogramma, mm. hè, want dat was in al veel. Ja. En ik was toen nog heel afhankelijk van mijn set. Ja. Zo mijn setje spelen. En niet en, en veel uitstappen naar het. Nee, want publiek, je wordt nog niet zeker genoeg ja, van je eigen, ja, eigen ja. zo. En dan, toen voelde ik wel heel hard het verschil tussen een beginner en een comedian die een al die metier heeft, van ja. dat allemaal te kunnen loslaten. Dat snap ik zeker. Want je had zo zijn ding dat je deed, maar intussen zat je constant met dat publiek dingen te doen en met de omgeving en met iets dat hem in de backstage gevonden ja. had. En, ja en ik vond dat enorm knap om naar te kijken. Ik heb ja. er best wel iets, iets van geleerd, zo, van die paar keer dat ik met hem gespeeld heb. Dat is ook, het is ook uh, noodzakelijk dat je dat doet, hè, gewoon, bij stand-up. Mm -hmm. Ik heb ook geleerd bij het voorprogramma. Ik heb het voorprogramma van Steven Mailleu gedaan, heel lang. Mm -hmm. En dan denk ik als het voorprogramma, 20 minuten, en dat ging dan bijvoorbeeld moeilijk. Hè. En dan had ik de arrogantie om, als ik dan van het podium stapte tegen Steven te zeggen, oh, het, is, het is een moeilijke zaal. Zo, hoe, hoe, hè. Ja. Maar die komt op, die begint te praten eerst met het publiek natuurlijk, die gaat eerst even aanvoelen, wie, wie is er hier. Hè. Ja. En tot op het moment dat hij voelt: Ah, oké, okay, publiek is klaar. En dan begint hij te knallen gewoon. Hè. Dus, ja. dus interacties, denk ik, zijn noodzakelijk soms voor de, Zeker. Voor ik vind de, de... Het ook heel, dat ook heel interessant als je try-out. Ja. Dat had ik heel hard. Dan. Omdat je dan zo dan begint te werken met wat dat er is. Zo met de buurt ook. Je rijdt er al naartoe en je begint al in doog te houden: hm. wat is dat hier? Hè? Of zo, toen ik uh, de, de try-out voor deze show begon, zaten we aan, de, aan het begin van de, van de uh, gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En dan zie je zo dus al die borden staan. En uiteraard is er altijd tegenbij met een vreselijke foto. Ja, nee. Waar je van denkt: ja, als je die zijn een naam benoemt, ja, dat is een lokale gast, Iedereen ja. kent die, dus ze zijn, ze zijn al vertrokken. Hè. Dat kan ongelooflijk zijn soms. Ah, frituur, wat dan ook. Ja, ja. Plat, echt zaal plat. Ja, ja. <laughs> Gewoon, de naam is gezegd en iedereen aan het knallen. So, of, of, of dat één raar ding dat die ja. hebben, hè, waar je zo voorbij rijdt. En denkt. Really, hebben jullie, hebben jullie hè, zo in denk ik bij Baligum? Reek ik voorbij en die hadden een 24 uur op 24 aardappelautomaat. Aardappel. He, je een broodautomaat kennen we allemaal, maar die hadden een patatenautomaat. Voor de en... nachtelijke nood. Aan... Ja, en dan dacht ik ook zo van, <laughs> nou weet dat je echt op de ja. buiten zit. En zo, als ze ja. schat, de pataten zijn op, uh, een ja. automaat en ja. er en dat gaan halen. En als je dat dan ook benoemt in een zaal, ja, die vinden dat al mega cool, omdat je iets lokaal benoemt. Ja. Die voelen ook dat ze hier voor ons dat gaan ja, spreken. Ja, je ja. Die... Aan... kunt dat niet overal nee. doen, je ja. kunt dat alleen hier doen. Ja. En dat is inderdaad de kracht. Maar dat moeten wel leren, want in Begin had ik vooral. Uh, in Nederland noemden ze het stand-up comedy met een, met een vierde wand. Hè? Zo dat je zo, ja, ja. zo bijna een toneelstuk ja, opvoert. Die omdat, die je, opzetten, omdat je zoiets hebt van ik wil helemaal geen, hij uh, roept alsjeblieft niks. <laughs> Terwijl nu verwelkom ik, dat vind ja. ik dat zalig als mensen niet roepen. Dan ja. denk ik, come on, hey, give me something. <laughs> dus dat is wel een verschil. Net ja. Heb je daar veel geleerd met Steven Mayuag aan toe Ja, wordt, heel nee? veel, dat is ongelooflijk. Uh, dat is. Ja, dat is ja, honderd shows op, op uh, twee jaar. Dan kun, het is op die manier dat je echt kunt bijleren. Hè, door gewoon constant te kunnen spelen. Ook voor ja. Ja, mensen die je, niet, die je niet kennen. Die niet weten wie dat je bent. Ik ja. kwam ook onaangekondigd op. Dus dat is echt gewoon... Wie is die man? <laughs> dat werd werd jij niet aangekondigd? Nee, werd nee. jij niet gedaan? Nee. Was weet, dat iets zeg je wow Of is hij iets zeg je... Ik weet niet goed hoe we daarop zijn gekomen. Maar het gaf wel een kick of zo. Hey, okay. Ik weet niet wat dat uiteindelijk het beste is. Maar zo die, gewoon in dat moest Dat licht gaat uit. En er komt een... Grote, awkward man op. <laughs> ja. uh, echt, die mensen denken dat is iemand van de zaal die komt te zeggen dat er een auto voor geparkeerd staat of zo. Ja. En dan proberen daar door te geraken. En als het dan lukt, dan is het fantastisch, ja. natuurlijk. Hè? Dus het zijn moeilijke omstandigheden, maar ja, daar leer je soms het uit, zeker. Dat is misschien wel ja. tof gezien, maar ik, ik, heb, ik heb gemerkt dat als ik iemand meepak, kondig ik die altijd aan. Ja. Ik kondig die altijd off stage aan. En ik, ik zeg altijd: van oh, ik heb een van mijn vrienden bij, of iemand die. Eh, dat je die eigenlijk al in een soort Kvalideert, sympathiek en, uh, licht stelt. Dat ja. ze ja. zeggen: oh, oh hey, zo de, letterlijk hoe vol dat, dat, ook klinkt. Dat hmm. ze zeggen: oh, als de het een goeie vindt, ja. dan zullen we het wel een kans geven. Ja, ja. Zodat, en je merkt wel dat dat helpt of ja, zo. Dat, dat, die, dat zal zeker zijn. Want die komen al op mee, een applaus dan. Ja. En dan moeten ze het natuurlijk zelf gewoon waarmaken. Ja. Maar ja, ik heb eh, altijd zo mensen mee gehad gelijk de Jens en gelijk eh, Jens de Donker. En, en de Jeroen Leenders destijds... Ja, dat komt zo, wel ja, goed dan. Ja, ja, dat is <laughs> eigenlijk zelfs een beetje een probleem voor mij. Soms ja? dus dat ik denk van, oké, okay, cool, ik kon hier nu wel een tandje moeten bijtrekken, ja. want die hebben de zaal hier uh, uit elkaar getrokken. Ah, okay, ja. Dus dat is, oh ja, dat is ook heel leuk om te doen, omdat dat je forceert om zelf vooral beter te, dat te zijn. Dat is briljant aan mij, ik heb dat nooit bij Steven gedaan. Ik heb altijd gezegd, ik ga zorgen dat het niet te grappig is. hè? Ah, Steven is kan knallen, dat is wat de <laughs> dienst hier aanbiedt aan headliners. <laughs> Echt, ja, dat is wel goed. En ook zo geen, <laughs> geen, uh, geen aankondiging. Ik kon het ook zo moeilijk als mogelijk maken. <laughs> ik, zodat... beloof, ik beloof je beste headliner. Je zult knallen. jij ja, 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 ga sowieso <laughs> niet minder goed zijn dan denk well, ik. Okay. Zijn. Dat is wel heel tof. <laughs> maar hoe zit ik eigenlijk met comedy begonnen? Waar is dat, waar is dat begonnen bij u? Um, ja, het, het, het eerste zaadje dat geplant is, uh, mm -hmm. dat was uh, een, een comedywedstrijd die ik in 2004 gezien heb. Uh, het ICC. Dat was, een dat was het eerste optreden van Xander Dreijker, blijkbaar. Dat heb ik achteraf vernomen. Okay. Uh, Geubels zat daar ook bij. Uh, Dirk Dunwoyel. Enfin, en toen heb ik. Dit ik de Noyel. dat mee speelde? Crap, man. Ja, dat is heel lang geleden. Ja, imitator ook. En zo, ja, die deed vooral heel veel politieke imitaties. Ja. Dat was een gastzie, en eigenlijk een klein beetje. Um, ja, ik heb ooit. De, deze is eigenlijk walgelijk dat ik dat zeg, maar ik kon haar toch vertellen. Zeg het. Dat was ooit een moment dat wij allemaal in een ding. Dat is de beste uitspraak die Raf Koppes ooit gedaan heeft. En even te veel. <laughs> die heette er heel veel, maar deze vond ik echt. Dat was, uh, dat was een van. Uh, we kennen hem allemaal. De Gilly Dat de is hmm. de, de mentalist. Ja. Maar die heeft ook altijd zo'n heel groot hart gehad voor, voor, uh, voor benefieten en zo. Want die deed altijd zo jaarlijks, doet hem nog steeds, maar nu voor allerlei goede doelen. Maar dat is eigenlijk begonnen dat hij in uh, Roemenië op reis was geweest. En hij had daar straat die rioolkinderen gezien. Mm. En hij was daar zo door aan gedaan dat hem uh, een benefiet begonnen is met alleen maar comedians. Hè? Dus soort, en dat is begonnen in de trucendoos. De comedy marathon zeker. Ja, de, ja, de ja. comedy marathon. En dat, dat gebeurt nu nog altijd. Hè? Dat is mm. nog elk jaar dat hij dat doet. Maar um, dat is echt uiteindelijk uitgebreid. Nu, nu staat dat in de Capitol. Maar dat is ja. echt begonnen in, eerst uh, in de trucendoos Dan okay. een iets grotere zaal. En dan was het de, 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 de Kortrijkse Schouwburg. Ja. Is dat dan niet al lang geweest? En dan is hij zelfs verhuisd naar de Capitol. Omdat dat zo groot geworden is. En die had echt iedereen. Ja. He, dat was echt letterlijk. We kwamen er binnen en dat was... Dat was, uh, dat was Nigel Williams, dat was Wouter Depree, dat was Gunther Lamroth, was, dat was iedereen dat daar stond. En dat was zo een, uh, een, een van die uh, edities dat we er allemaal in de kleedkamer zaten. Ja, Gelijk gewoonlijk is het dan altijd om meester meeste lawaai en zo. De Freddy de Vader en zo. Iedereen zat er en ineens zegt hij zo: Als we hier nu een bom op gooien, dan heeft Dirk Denoyal terug een carrière. <laughs> <laughs> we ja. moesten allemaal keihard lachen. Ja. Omdat we dachten: oh, Arme, ja, want een Dirk is zo iemand die er zo net tussen gevallen is. is zo, ja. ja, die zat eigenlijk zo. Want eigenlijk, je moet je zijn krediet ook wel geven: die gast was zelfs nog langer bezig dan de Raf Koppers, of dan Koppens. Okay. Die zat eigenlijk tussen, tussen Urbanus en, en Geert Hoste en die nieuwe Lichting okay. Comedians, waar ik eigenlijk ook nog zo juist ben mee opgesprongen. Ja. Zo. En um, ja, dus die, die is niet echt tussen wal in schip gevallen. Ja, ja, die doet nu veel Lego-dingen ook. Dat is een Lego-bouwer. Oh, oké. Okay. Dat is een van de, van de drie of vier die zo'n certificaat heeft, blijkbaar van Lego. Dat hij allemaal figuren in Lego kan bouwen. Dat is echt heel uh, indrukwekkend. Dus hij is, hij is wel met veel bezig. All oh, right, ja, maar <laughs> Ik, ik, ik twijfel er niet aan. Want nee. wat hij wel had, was dat hij wel heel spot-on imitatie had. Een goede Giver <laughs> Ja, die net <laughs> een onwaarschijnlijke ja, Giver Hofstad. Ja, 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 ja. Maar die, die net er fysiek die kon er zelfs op lijken als ze met je na wat heel zot was. Maar ik herinner me, ja, ja voilà, dat is hem. Ja. Voilà, zie je dit. Ja, nou, dat is wel cool. De, vooral zo, alles is zo een trademark uh, tekentje. Als zijn biografie is certified. Zie een keer. Ja, die gast is de uh, real deal, zo, dan hmm. Dirk. Een hele lieve gast ook. In ieder geval, maar daar heb ik een paar keer in het begin ook, ook mee opgetreden. Maar die is heel rap, zo wat, de rut verdwenen, ja. zo heb ik ja. het gevoel. Ja, want dat was toen ik hem zag, dat was ja, 2005 of zo zie denk ik. Mm -hmm. Ik weet niet. Uh, en uh, echt toen besefte van, ah je kunt grappig zijn in het Nederlands, dat kan. <laughs> dat bestaat stand-up comedy, wat dan niet zo evident was toen om te weten zelf. Nee, zeker. Ja. Dan altijd echt uh, fascinatie ervoor gehad en dan, ja, jaren later uh, uh, zegt, ik wil dat nu echt een keer beginnen doen. En met toen ingeschreven voor Humo's Comedy Cup. Ja. Want dan dacht ik, dan sta ik op een lijst ergens, kan ik niet meer uh, nee zeggen. Ben ik dat gaan doen, dat was in de trucendoos toen, dat was niet goed, maar ook niet slecht. Ja. Uh, Fokken heeft toen tegen mij gezegd: uh, uh, blijf gaan. Ja. <laughs> en uh, dan is hij eigenlijk vandaar ook gewoon blijven spelen. En dan is het echt gewoon aan het rollen gegaan, heel snel gewoon. De, de volgende stap stond altijd klaar. Ik, ik, niet veel later aan uh, Lunatic Comedy wordt meegedaan. Ja. Uh, gewonnen toen in de zaal uh, Steven Majuler leren kennen. Ja. Uh, mocht zijn voorprogramma doen, via hem ook bij een management geraakt. En, ik, 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 Mm. Ik kan heel erg tegenslagen uh, opzommen eigenlijk in de, maar ja, dat de parcours. Is, dat is vaak zo, he. dat is een roltijd, een hè. Mm. Ik denk dat heel veel van ons een soortgelijk mm. verhaal hebben. Dat je zo begint en een keer als je voelt dat je zo, uw, je dat, dat je dat is een beetje gelijk surfen, he, dat je zo je wave hebt. Ja, momentum zit mee. Zo, en het zit allemaal mee, dan ja. kun je blijven gaan. He. Maar ook, ik denk ook, timing is soms ook belangrijk. Want heel belangrijk. Ik vraag me altijd af, als ik nu zou beginnen in een, in een massa aan open mic'ers, ja. Ja, het zou veel moeilijker zijn om daar even uit te springen. Terwijl toen zat ik zo'n beetje in een... Ik denk dat dat ook een periode was dat er weinig nieuwe stand-ups waren. Ja. Of weinig, dat, dat er weinig mensen opvielen of zo. Ja. Dat ik ook maar drie of vier mensen kon opzommen. Ja. En uh, dat zal zeker geholpen hebben, denk ik. Terwijl ja. nu is het... Elke, elk jaar komen er... Vier nieuwe namen bij, bij de Open makers toch? Dat is waar. Maar ik denk dat, dat, dat je wel, als je zo het hebt over kwaliteit of zo, hm. dat dat nog altijd redelijk constant blijft. Da, da, dat, dat hoop ik. Om de paar jaar er we wel zoiets iemand. En uh, Wat ook wel heel opmerkelijk is, vind ik, is sinds dat. Hè, zo fokken en, en pretpraters, hun eigen zijn gaan bezighouden met Humo's Comedy Cup. Yep. Dat dat wel terug enorm in prestige gestegen is. En dat dat ook nog eens iets uitmaakt dat je dat wint. Ja, en dat is leuk dat dat er is. Dat je, dat ja, kunt want er is een hele periode geweest dat de Humo's Comedy Cup eigenlijk bijna niks voorstelde. Is zo? Ja, ik vond dat wel. Dat je zo de, ja. de winnaars, dat dat allemaal zo wat was. Van god, ja, als je niet in Nederland een prijs ging winnen, dan, dat was dan, nee, was eigenlijk, dan stelde dat niks ja. voor. Zo, terwijl dat is wel weg of zo. Dat stelt, dat stelt nu... En zeker omdat de laatste paar winnaars, jij, de William, de Jens en Donker, ja. nu Amelie dat zijn toch allemaal mensen die ook, waar je ook al van ziet, dat die wel een carrière gaan hebben. Ja, of dat dat, dat dat gaat ergens naartoe. Dat ja, worden opgepikt en zo. Dus ja, dat zijn, niet, dat zijn niet mensen die... Die dat dan maar gewonnen hebben en het volgend jaar weet al niet meer wie dat dat ja, zijn. volledig, volledig. Zo. En wat ook wel goed is, zo'n Humos Comedy Cup, vind ik, daar zouden die Nederlandse dingen ook wel eens iets van mogen leren. Je moet dat niet elk jaar doen. Ah, oh, nee, nee. Ja, ja. Want uiteindelijk gaat dat eindigen met um, degene die het dit jaar gewonnen heeft, was degene die vorig jaar in de halve finale stond. Hm. En hey, zo krijg je altijd maar dat... Dat uitdunnen van het hmm. feit dat zo de winnaar van binnen vier jaar was, degene die je vijftiendes was de vorige ja. keer. Ja. Gewoon omdat je merkt van er kon niet elk jaar een toptalent bijkomen. En en het wordt er ook. Hè? De mensen hebben meer aandacht voor, is dat niet ah, constant ja. uh, gebeurt. Ja, absoluut. Zeker. En uh, die Lunatic Comedy Award, want hmm. ik probeer me dat in te beelden. Je doet ergens al mee en hadden jij verwacht dat je ging winnen of hadden ze wie van ik Ach, zal toen, wel zien? Toen uh, wist ik wel dat ik bij de favorieten zat eigenlijk. Dus ik, eigenlijk had ik het. Ik wist dat het een, zeker een optie was, maar je weet nooit, nooit. Zeker natuurlijk, dus ik was enorm verrast daarvoor. Maar, maar bijvoorbeeld, de eerste, die eerste keer dat ik stand-up deed, en dat ik humor comedy op deed, dat was niet die dat ik gewonnen heb natuurlijk. Hè. Nee. Dat, was, uh, dat was dan de volgende editie. Ja. Dus, uh, met wie stond jij erin toen? Uh, die dat ik gewonnen heb? Dat nee, degene, met, 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 dat was met Kamal zeker. Hè? Die uh, ik gewonnen heb je gewonnen was had. Kamal en uh, Onolol Kama. Ah oh ja, die Nederlander. Een... Ja, die ja. ken ik ook. Ja. Ja. Die, die, die kan heel goed schilderen. By the way, ja, ja. Dat zegt hij heel zotter aan. Maar de eerste dat je meedeed, Het is niet wat hij al doen als je comedian zijt. Uh, nee, dat weet ik Ik, ik ken ik die we... comedian, die kan heel goed schilderen. Ja, <laughs> <laughs> dus wie zei dat nou weer? De Lucaals die je bij jou zat. Die ze zei van dat, dat de Gaston naar hem kwam en zei: Je kunt gewoon zingen. <laughs> dat, <laughs> dat is basically zeggen: Ik kan het u niet geven dat je grappig bent. Je wil die, die, die ja, compliment ja, juist ja, hebben. Die had een heel zaal afgebroken en dan zal met Gaston op een, op een, op een line-up en dan zo dat krijgen. Zeg. Ja, ja. Je kunt, en, uh, je kunt gewoon dat was, nee, dat was goed. Nee, hij was altijd een beetje jaloos. Hij hij was altijd wat jaloos. Hè. En dan vertelde ja. hem dat vooral. Zo de kok complimenteren op zijn outfit. Uh, ja, 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 ja. Als, uh, ja. <laughs> dat Schone muts. Prachtig. Schone, mooie wit. Zeg. Hoe doe je dat? Hoe ga je dat zo proberen? Zeg, zeg. zeg, goh, jij kunt nogal wassen, jongen. Je, <laughs> je kan kagoe wassen, uh, Sergio Herman. ik heb dat, die schat? Ja, deze ligt op mijn... Uh, ja een agnostic front die een hardcore band ja. ik was ermee op tour en die is, die een bassist die had Prachtig haar. Maar zo echt zo'n Italiaanse New York Is dat die een gallo? Een van die gallo-broers? Die had, uh... had, had prachtig haar. Maar hij nou wilde het toeval dat ik ook prachtig haar heb. Dat is wel hey, waar. Dat is, maar dat Prachtig dat zijn... De lokken. Als feiten... Andries Bekkers kampt zijn haar met zijn handen. Ik kon dat nog eens heel even zeggen. Die heeft nog nooit in zijn leven, dat ik, ik weet, een kam gebruikt. Ik word daar zat van. Anyway. Zet u eigenlijk ook even ik in beeld. Ik deze, Nee, je mag het ze biedt vertellen. Maar die kleine frustratie moet er wel uit... <laughs> Deze roemel, hè. Ja. daar doe ik twintig minuten over. Je ja, ja. hebt daar Attributen, assistenten, assistenten... Pomades, <laughs> uh, sprays, uh, wat, wat voor shit dat dat allemaal is. Die doet een klein beetje gel in zijn handen en die kampt zijn haar Erdoor. met zijn handen. Sorry, vertel verder over uw prachtig haar, Andries Bekkers. Ik ben wel blij dat me gegund is. In ieder geval, wie dat, wie dat, wie dat het me ook niet gunde, was dus Mike Gallo. Ja. Uh, dus ik, ik was ermee op tour en die had echt schoon haar en die ging er ook prat op en ik wisselde ze wat af met met een baseballpet en, en dan de harp en uh, ik weet dat ik op een bepaald moment uit de douche kwam en dat mijn haar zo ja groeit <laughs> en dan kwam die zo echt af, dat is echt dan, vreselijk. Dan kwam die zo af normaal, maar echt voor niks hè, dat mm -hmm. speciaal af. You should wear your hat, it's way better. Ja. Oh. Ja, en dat was echt zo een seconde dat je denkt oh. oh. Maar ja, ze wel heel klein nu. Ja. ja, die is ook letterlijk heel. Dat is ook niet zo'n hele grote, hè? Mm. Nee, nee, ja, ja. maar dat was zo dat ik, ik dacht... ze <laughs> zijn ik aan een speciaal, helemaal aan de overkant van de zaal gekomen om tegen mij een nietszeggend roadieke te komen vertellen dat ik toch beter mijn pet op want dat ik door beter missta. De man voelt ja, zich ja. bedreigd. Ja, ja, ja. Zeker weten. The hair was in danger of being ja. exposed. Dat gezicht zijn mag er ook gerookt. Haar ziet er goed op foto Alex. Dat, dat is, is goed. Uh, dat is dat het is enige wat telt. Ja, maar er zit iets waar ik in hemdrees, Becker. Dus ik krijg <laughs> dat niet allemaal zo eigenlijk uh, dat jij dat gewoon mee. Uw de Luca hand. de Lucas Do ja, dat is ook wel manenstaal, de Lucas. Het, ik, ik, ja, akkoord, akkoord. Ja, ik, is, ik, ja. ook zelf de kans op kaal worden is klein, denk ik. Wat, dat zit goed, dat zit goed. Daar ben ik heel content van. Dat uh, dat vlak geen probleem. Maar... Bij mij begint dat, dat te doen van achter, man. Ik begin exact. dat te zien als ik zo uit de douche kom, vooral als het nat is. Hè, dan begin ik zo hier de achterkant van mijn kop, er dus zo meer en meer deur te zien. Dus ik vrees dat ik zo ga zitten met, de, met die kale plek binnen ah, een paar ja, jaar. Ja, ja. Ja, en dan ga ik het eraf. Dan scheer ik het wel. Ja, weinig gewoon. drone shots opkomen die op de douche. Ja, reis, inderdaad. Zo. Niks, <laughs> niks meer met dat kraal, of van achter nee, nee, nee. of van boven. Helmoet Lot is een rider opvragen. Ja, ja. Zo. <laughs> zo, hoe gaat hoe, hoe, hoe dat gedaan? Of zo. nog erger, dat ik zo Lot hair weven of zo, dat ik ineens met zo van de ja, rare katten. Dat staat nog op niet op mijn punt mijn zeker hè. Jawel, jawel wel in Turkije bij dokter Özgun. Oh, Ja ja. De man van de Romeo's <laughs> daar zeker. Die, die heeft dat gedaan. De de Hunter, is dat Gunter Ja, twee dagen de, de Romeo's is gegaan. Ja, die heeft, zo, die heeft dat een reclamefilm online staan. Dat je ziet dat het wordt. Echt? Ik ja, denk het wel, denk het wel ja. ge, geef het maar even. Oh, ik weet wel dat Jesus. dat vaak ook met een, uh, een reis included is. Als je, ik heb dat nog eens Wat? gedaan. Dus, je zo, dus er is een hele een hele scene van plastische chirurgie, maar dat gewoon ja. van ooglaseren tot haar, tot hm. alles. Omdat dat uiteraard iets goede koper is. Maar dat pakket, als je dat, dat kun je makkelijk gemakkelijk dat is, dat is een reisbureau slash plastische chirurgie ziekenhuis. En dat is een heel pakket dat die dus bij je doen. Dus je gaat twee weken naar Turkije, en, want bijvoorbeeld je doet een ingreep en dan moet je een aantal dagen rusten. Maar ze hebben dan ook een, een all-in resort ja. Dus je combineert beiden. Ja. En ze verkopen het bijna als uh, de prijs dat je uitspaart uh, met ons te doen daar ga je eigenlijk je vakantie voor. Ah ja. Op die manier. Ja, dat is ja. for real, En dat zijn allemaal van die heel lief kijkende dokters die naar u zien. Dat is een heel merk van golly, Turkse uh, plastische chirurgie. Hij komt wel terug met heel mijn foto's denk ik van opgevallen <laughs> ogen en de af. Afge... <laughs> Ik denk ook dat er nog langs stroomt. Ik denk ook niet uh, dat je wilt weten dat er iets fout gaat. en Je moet het dan op de lokale rechtbank gaan proberen te. <laughs> oh ja, mijn Jesus. Ja, zo. ja, ik heb ook wat getaigboxt terwijl dat ik daar was. Uh, Zo'n soort verhaal. Zo. We hebben een, een, een zware naflap op een ja. café gehad en daarom uh, zag ik er eigenlijk een beetje begaaid uit. Maar vooral dat je dat probeert te verstoppen, vind ik altijd grappig. Ik, ik, ik weet dat ik ooit eens... Daar word jij ook bij, Andries. Dat was zo met Joe Valli en... Uh, hoe heet hem nu weer? Allee, Bart Kajel in een, in een radioprogramma. zaten zat met Luca Allo. En uh, Bart Kael zegt op een bepaald moment... Dat was ook geniaal. Die zegt... Uh, ja, ja, botox. Uh, ik, zou dat, uh, ik zou dat wel eens overwegen. <laughs> dat. En, en Jo Valli zit aan de andere kant van de tafel en die zegt... Volgens mij ga je dat al eens overwogen. <laughs> je zat zo naast mij te blinken ja. met een... Uitdrukkingsloos gezicht dat je zo denkt: Tuurlijk, jij ja, je hebt dat precies toch al wel gedaan. Maar dat is toch geen taboe meer tegenwoordig? Dan is, is dat al voorbij. Nee, toch? Helemaal ja. niet meer. Zou je al, al dat overwegen? Nee. nee, ik zou dat niet doen. Nee. Ik, te, nee. Het enige zo, uiterlijk gewijs dat ik mee bezig ben, is, is mijn gewicht. Dat ik mm -hmm. moet bevechten elke dag weer. Ja. Dus dat is zo wel iets als ik ooit echt volledig de pedalen kwijtraak en dat het echt om zeep is, dat ik denk ik zou durven overwegen om te kijken of dat daar niks. Zo stijl ja. of, of magering? Nee, of, niet magering, want ik wil. Nee. Dat, dus, Je wilt. Ik, <laughs> ik wil. Ey, kunnen, ah, de de lazy-kant-oplossing. Uh, ik, ik wil kunnen bingen. In, ja. uh, dat, dat niet, maar zo een keer resetten, zo een keer zeggen. Van, pak, haal het een keer zelf uit. En ik ga proberen het zo te onderhouden. Zo van echt oh. de ultieme mm. lamzakke manier om, er, om, er, om dat op te lossen. Eh? Eigenlijk Niet gewoon trainen, niet ergens op nee, gaan nee, staan. Nee, nee, nee. Niet. Want doe jij iets om het uh, onder controle te houden? Dus, ik, ik golf daarin enorm. En dat, dat is een beetje het grappige. Als je het hebt over, over, over koekhandel, in het eerste seizoen daarvan is het heel mooi, want je ziet mij dik worden. Als je aflevering <laughs> 1 en 12 <laughs> bent, dat is echt fantastisch. Ik ben, er, ik ben er trots op bijna, want je ja. ziet mij door alle koeken. Op het einde sta ik daar veel, veel vatziger dan, dan in het begin. Ja. Dus het is op en neer. Meestal in de zomerperiode gaat het weer naar beneden, en in de winter gaat het weer naar boven, beergewijs. Ja. Uh, maar ik moet er constant mee bezig zijn. Ja. Omdat ik het. Uh, ben er constant mee bezig eigenlijk. Dat is, dat is het. Uh, ja, want het zit ook in uw comedy. Hè? Ik herinner mij nog ja. dat als jij begon en je zegt: van, Ik zijn zwaar, ik zijn heel ja. zwaar. Ja, dat, ja. Je, dat dat eigenlijk bijna uw inleiding was. Hè? Dat is je... dat het enige dat er bij mij uitkomt: ja. materiaal over frat. Want nu ben je <laughs> met nieuwe dingen bezig. En... Echt. Dus ga ze ook wel altijd aan het eten? Zo. Ja, het Ja, ja, ja Want ik zag ook dat, dat ding, we hebben er straks zitten, keihard zitten lachen met uw filmpje. Eh, dat jij voor de ideale wereld gedaan had. Met die date voor een eenzame ja, samen ja. met u. Voor wie geen ja. date dat op, op Valentijn, mochten ze naar mijn filmpje kijken uh, en ja. samen met eten. Ja. ja. Dat is, uh, <laughs> ik had dat dus uh, opgenomen. Uh, en dat ging de volgende dag online komen. Maar dat is gewoon improvisatie. Dat is gewoon, ik zeg, zet u daar neer aan een bord spaghetti en doe dat je met iemand aan het daten zit. Ik had zo wat gebabbeld, maar dus, uh, dat is improvisatie. En ik weet, in halverwege die een date, zei ik ook op een bepaald moment, misschien kunnen we na de date lekkere seks hebben. Dat ja. ik, uh, ik had dat zo een paar keer vermeld. Ik heb geen inspiratie. Dus zo, ja. Ik heb samen in de lakens gaan en eh, van mekaars lichaam genieten. Eh. Ja. En ik, uh, okay, dat is opgenomen. Dat gaat nadien online komen um, op YouTube. En ik uh, lig in bed en plots besef ik, dat komt op YouTube. Dus alle ja. leeftijden kunnen gewoon het filmpje bekijken. Dus waarschijnlijk ga ik tegen 14-jarigen ook zeggen. Misschien kunnen we straks lekkere seks hebben. Dus ik bel naar scène die het online doet. Ja. Zet daar 18 plus op. Ja, ja. Zet daar 18 plus op. Uh, die heeft het dan gedaan. Maar het leuke is bij YouTube, als je 18 plus in een titel zet. Ja. Dan is dat nogal positief voor de views. Dat dus ja, ja, ja. heb ik dan wel ontdekt dat dat, uh, dat dat heel goed ging. Dus, uh... Ja, dat is goed. Dan ja. moeten we vanaf nu bij alles doen. Wat 18 dat we plus. doen. Ik moet ook wel zeggen: als je dat op iTunes uh, je, als je een podcast online ja. zet, dan heb je zo een, uh, een vinkje dat je denkt dat dat normal, explicit of. Allee, dat, ja. dat is puur een censuurding. En uh, ja, in de eerste aflevering was ik hier natuurlijk veel te serieus mee bezig. Dacht ik dacht, nou, denk je. Heb ik een keer nog echt die aflevering opnieuw met de Marcel van Til? Hé, wat fuck gezegd. Welke woorden? Oh. Oh. Welke fok. Oh. Ja, ja, dat is ja. echt zo typisch dat je das, denkt dat de wereld was van. Waarvan... Ja, ja. ja, ja, ja. Dat is <laughs> zo hard ja. <gei>. Dat is zo hard gij. Dat is <laughs> zo funny. Zo, so, Ik neem deze op, ik wandel naar buiten en ik denk <laughs> hier al niet meer aan. En ik ja. zijn de elftal vergeten die je weet alles, die onthoudt dat allemaal. Ga door de transcripts. En je ja, zit ook ja. heel de <laughs> tijd zo. Ja, Hetgeen uh, dat je daar doet, dat, dat is soms daar en daar, en je moet daar eens opletten. letten. Dat, dat. En dan denk ik altijd: ah oh, ja, 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 oké, kijk, hoe de fuck <laughs> dat ik daarvan weet. En jij bent altijd zo. Dus, maar sorry, jij wordt het aan het zeggen. Ja, dat is niet erg. Dan dus kan ik wel zeggen dat je maar soms niet moet onderbreken. Nee, nee is zo. Maar in, in, in ieder geval, dus ik had dat dan gekeken en dan bleek dat er inderdaad wel gevloekt is. Want ja, dan moet er dan ook klootzak of ja. fuck of shit onder. Uh, dus je vindt dat dan. En ja, natuurlijk heb ik dat ook niet meer gedaan. Want ik wist, de kans is zo groot dat dat erin komt. Maar ja. ik heb het bij ene toch niet gedaan. En dat was bij uh, Dr. Hee Chun. Ja. En daar heb ik het dan zo bij. Uh, hoe zeg je dat? Clean, denk ik, denk yeah. ik. Dus als je bij ons zo onze laatst ziet, dan zie je zo overal explicit. En dan zo eentje dat, uh, dat clean is, dus bij Dr. Chune. Mm. En dan heb bij andere podcasts gaan zien. En iedereen zet dat op clean. Yeah. Ja. Dus dat is inderdaad waar. Wij zijn precies zo die rage podcast. Maar okay. Is dat, wat is het dus dat is een label of gaat dat ook iets met algoritmes doen of zo dan of, Dat weet uh... ik niet. Maar het is in ieder geval wel het feit dat, dat je een, oh, jeetje jongen, een aggregator, dat je je podcast host, waar ja. je eigenlijk alles moet invullen, dat hm. ja, zat er wel daadwerkelijk bij. Dus ik vermoed dat je ja, dat het er toch wel ergens. Uh, het zou wel ergens in een, in, een, in een search of zo staan. Al die achtjarigen die dat nu missen. Maar ga net tussen het ja. recht om fuck, shit en... Uh... Wat komt eraan? En dat zou wel zijn. <laughs> Godverdomme. Fuck man, ik heb nog een fucking vraag voor jou, <laughs> Fucking loser. Wat doe je eigenlijk? Oké, okay, fuck. <laughs> maar ik, um, goh, waar, waar waren we eigenlijk? Ja, over uw gewicht. Want je, je zegt, je, je zit daar heel veel over mm. bezig. Je wist, en wat doe er dan wel aan? Als je voelt van ik moet, ik moet gewoon afvallen Want je hebt altijd zo dat waarschijnlijk een moment dat je denkt: damn, nu is dat de ja. hand aan het lopen. Ja. Meestal is dat een, een avond dat het diep gaat. Okay. Dat je dat echt gewoon zo. Dat je bucht, fret. Dat aan een enorm tempo. Dat je echt gewoon een kater hebt zonder alcohol de dag nadien. Ja, 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 ja. Dan weet je, oké, okay, nu zijn we op een. Dat is een reset. Ja. opnieuw beginnen. En ik ben. Het slechte is, ik, ben, ik zit veel op internet natuurlijk naar al die zaken te kijken. Dus ik, ik mix van alles. Maar wat ik nu vaak doe, en nogmaals, ik ben geen uh, deskundige, maar is, is, is uh, NSNG, dus No Sugar No Grains. Oké. Okay. Ik heb dat al leren kennen van een uh, uh, mate van mij. Uh, dat is dus uh, eigenlijk geen, geen brood, geen pasta, ja. geen suiker. Low carb. Low carb, Dus vlees, groenten, beperkt fruit. Ja. En daarbij lukt het mij meestal wel ja. om, om dan weer even te dalen, om dan weer natuurlijk los te gaan. Gendios, Als ik weer op een gewicht ben, een dat is goed, en dan... Ja. Dus ik jojo. Maar ik jojo liever dan, dan gewoon dat, dat een stijgende lijn is. In, ja, ja de, zeker. Ik snap het. Ja. Ik, ik heb hetzelfde. Ik zit dat nu ook al een paar weken en toen mm. zo, zo. Geen brood, geen, geen ja. pasta, geen aardappelen. Zo dat, omdat ik, uh, ja, ik heb ik deze week eigenlijk, nu donderdag. We weten dat we deze niet live opnemen. Maar deze is dus de week dat ik uh, nu donderdag in het sportpaleis ja, kan uh, staan. Uh, uh. En je gaat dat ook capteren. Mm. En dat zijn niet de momenten dat je echt zo de overdreven kilo's wilt dat meeslepen. Op een goed moment worden. Ja, dat, dat je echt. denkt van uh, we zullen deze even uh, ja. we zullen ons even uh, goed houden zodat het er uh, op beeld een beetje aangenaam uitziet. Ik moet er sowieso tegen vechten, want ik ben ook altijd iemand geweest. Uh, eigenlijk niet waar. Ik ben tot mijn dertig ja. was ik eigenlijk redelijk atletisch, want ik was heel ik deed ook heel veel sport en zo. Maar na mijn dertig ben ik ook gestopt met met gevechtsport, omdat ja. stand-up. In de weg begon te lopen. Hè. Je treedt altijd s'avonds op en je traint altijd s'avonds. Nee. En je kunt nooit nog een training nee. meedoen, want je zit altijd en je voelt dat ook. Stem is in, in, ook dodelijk voor goede voeding: hè. Voor, uh, voor alles. Ja. Hè, want ik heb dan ineens een periode gehad, dat, ik heb dan ook mijn vrouw uh, leren kennen. En mijn vrouw uh, is ook iemand die nogal graag eet. Mm. En wij doen dat samen graag. Ja, ja. En die, die is echt nefast. Ik heb ze doodgeren, eh, Jasmin. Maar die is echt nefast geweest voor mijn gewicht. Ja, ja. Die is echt een periode geweest dat ik enorm ben aangekomen ook. En, zo, en zeker ook mee on the road te zijn. Dat en is inderdaad gewoon, ja. Het ergste is als je keihard veel optreedt. Ik mm -hmm. denk dat je dat wel zult herkennen. Mm -hmm is uh, dat je op de duur van elk naftstation weet wat die daar oh, hebben. Ja, 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 ja. Ik weet ja. waar dat ze cola light lemon hebben, en daar ga ik dan mijn uh, cola gaan, gaan, dat is volledig waar. <laughs> waar hebben ze die? Ja. Wat? Uh, ze hebben hem in Wetteren, in de naft van Wetteren. Dat Wetteren. Weet ik, uh, je... Maar dus ook het probleem, het, het schema van een stand-up comedian, je eet meestal rond zes, je mm -hmm. maaltijd, ja. dan gaat er meestal nog eens zes uur of zeven uur voorbij met je optreden, achteraf naar huis gaan, en dan kom jij gewoon toe thuis en dan komt er dus die vierde maaltijd vaak. Ja. En dat is dodelijk even een stand-up. Om dan gaat te zwijgen van de bucht die in de backstage vaak ligt. Ja. De fretten en de koeken. En als jij de... ja. iemand dat gij thuis zit want dat, dat is mijn grootste hm. probleem altijd. Daar moet ik het hardste tegen vechten. Als dus ik s'avonds voor de tv hm. nog iets ligt te kijken, dan moet daar eten bij zijn. Ja, ja. Het, het limiteert zich niet tot dat moment bij mij. Bij mij is het, het is echt het is heel de dag gewoon... Ja, proberen, proberen ervan te blijven gewoon. Het is, heel, het is heel aanwezig in mijn kop. Ik ben altijd heel jaloers op, mens, op mensen... Uh, en mocht ik dat deel van mijn hoofd niet hebben, mm. denk soms hoeveel ruimte zou er vrijkomen voor enorm interessante gedachten. Hè? Misschien ook je helemaal niet. Oh, dat zou heel uh, zou, wel, zou, dat zou gewoon zo'n wit, tragisch gat zijn, waar zo twee krekels op een ja. plank naar u zitten te kijken van ik gewoon en, op een stoel uh, zit. Wat gaan we doen? Oké, okay, in die zin is het misschien positiever. Maar dus, bij u is dat ook wel een ding. Uh, dat is zeker een ding. Ja. Dat is eigenlijk het ding bij mij. Ik denk bij u ook. Je eh, is dat niet eten, want oh. ik, ben niet, ik ben niet, zo into alcohol. Ik drink nee. niet heel veel of eh, ik kan dat wel lekker vinden, maar dat is niet iets waar ik mij moet. Nee. Oh, ik moet mij inhouden om niet. Dat moet ik totaal niet ik heb daar ook niet meer roken ik heb daar niet meer drugs ik heb daar nooit meer dat soort dingen gehad maar met eten man ja. gewoon al praten over eten is zo leuk <laughs> dat, is, dat is fantastisch dat is... ja. komt we ja. meteen met je met, met, met zei daar hangt zoveel emotie aan vast ook en agressie want <laughs> <laughs> kijk hè, en fretten en eten ik vind dat eigenlijk van top thema agressie ik, uh... hoe dat? Ja, gewoon, dat, ja dat dat is het... <laughs> Is dat ja. veel tegelijk? Ik heb dat bijvoorbeeld als ik echt honger heb. En zeker met snoep. Daarom dat ik de standaard handel, dat, dat, ook, uh, dat ik er ook zo fan van ben. Ja. En zeker die aflevering met de Jens bijvoorbeeld. dat je zegt. Ja, ik moet heel dat, dat, dat pak opeten. Ja. En natuurlijk. 80% van die aflevering is bullshit. Maar de, veel mensen herkennen zich daarin. maar dat is ook zo. Ja, je, je kunt dat niet laten liggen. Ja. Nee. En nee. wat ik heb soms ook gehad. Ik had dat vroeger met frutellas, Als je dat open doet. Ik, ik heb een enorm probleem. Ik vind een frutella eigenlijk te klein. Mm. Ik kan er nooit. Maar één in doen. Ik moet yeah. er altijd vier in doen. Wat? Meen je dat? Nee, nee, dat? Dan koude je dan kwijlde toch compleet onder Nee, dan is dat een serieus ding, dan is dat, like dat je... Een mix te dan... gaan smaken dan? Ja, of ja, tuurlijk. Maar dat ook niet... Het... <laughs> ja, als het zo controversieel is zo. <laughs> <laughs> zeker, zeker. Are you one of those people? <laughs> maar een praline is bijvoorbeeld al groter, maar een frittella is echt klein. Ja. Ja. Maar kijk, wat gaan nu zeggen, daar komt die agressie vandaan. Hè. Ah, ja. Van, ah, je hebt dinosauruskoekjes zonder chocolade. Waarom? <laughs> Waarom neemde jij dat? Dat staat nergens op. Oh, 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 jij, ook... wordt al, jij wordt al echt kwaad Ja, van. ja, ja dat is agressie. Ja. Ja. <laughs> dat <is> wel funny. <laughs> een dinosaurus koksel. What, what is wrong with dat you? Is ongelooflijk. Is, was dat daarom dat je ook dat koken met Lucas? Dat je dan zo die chocoladesaus er hebt opgedaan? Ja, eigenlijk ja. <laughs> is dat een, het recept van als je dat per ongeluk koopt, dat je er toch nog chocolade op kunt doen. Door gewoon chocolade te smelten en erop te smeren. Eigenlijk, dat is het concept van die <laughs> aflevering. Dat, was, uh, dat gaat inderdaad wel heel ver bij je dan uh, dat denken over. Maar gaat dat toch ook, man? Ja, ik heb dat kappen. In mijn Nims of dan. zo. In mijn Nims zouden we een neus. Dan, 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 kun je, dan lust je, je niet meer en dan zie je heel de tijd ontzien ding. Blijven gaan dan, ja, zeker. Als je in een dessert zit, oh. hoe langs hadden we dan nog, als we gewoon eten, vooral het ja. dessert ding, ja. dan zit je al slecht gezind, dan zit je al rond ontzien, dan ga je al die menu ontzien, dan zeg je als eerste van heel het gezelschap, ik ga pakken, ik ga alleen een koffie pakken. <laughs> Ja. En dan, ja, de rest zit er... Ja, we hebben ook minder, minder fam, dus ja, hebben ook minder, ja, bij ons tot er minder op het spel. Dus ja, we pakken dan achterin volgens dame blanches of, of crème Brûlés. En dan eindigt dat altijd, dat je uiteindelijk toch... Fuck het zegt geef Je ja. maakt maar een dame blanche. Ja. 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 Ja, en dat uh, is elke keer hetzelfde. Ja is waar. Uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik hou mijn eigen niet heel veel voor de zot. Plus ja. ik ben ook enorm onderhevig. Uh, dan weet jij beter dan die ziende wie om... Uh, Dingen die mensen pakken die ik leuk vind en dat dan ook doen. Ah ja. ja. So, ik heb heel erg de neiging om zo. Ik uh, nee, kan dat niet doen. En dan doe die mentaal en denk ik, ja, ik moet dat ook hebben. Ja, zo, dat volledig. zo, dat is volledig. zo heel. Dat is een voedingsfomo, hè? Ja. ja. Maar ja. Heel, heel belangrijk daarbij. Is ja, ook... allee, zo. Ja. <laughs> <laughs> een <De> voedingsfomo. <laughs> dat is te goed. Really? Ja, dat is eigenlijk misschien nog wel de beste omschrijving ooit voor, uh, voor wat dat is. <laughs> wat ik heel kan merkend vind daarbij ook. Als je, zo, als je op restaurant zit, vind ik het heel belangrijk wie bestelt er frieten. Want ik ga niet, niet frieten pakken als ik weet dat iemand anders wel een gerecht met frieten pakt. Want ik weet dat er een kom frieten op tafel gaat komen. Aha. Dus vaak is dat, vaak de, de keuze pizza of frieten of pasta of frieten, dat is vaak zoiets tussen de twee. Ja. Even de ronde doen, wie gaat er hier frieten pakken? Want als niemand frieten pakt, dan kan ik ook geen frieten pakken. Maar als er één iemand friet, dan moet ik ervoor gaan. Dus Dat is echt dat is coalitievorming. Dat is echt, dat is, dat is... Ik dacht dat je ging zeggen in agressie... Ik zou niet graag als enige frieten pakken, want dan weten ze sowieso dat Godzin. Goh, mag ik ook eens een. Ja, 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 ja. En ja, ja, ja. dat is niet leuk. Ik Tuurlijk. dacht dat je daarop ging. Nee, want maar daar moet, op dat vlak moeten restauranten wel duidelijker zijn. Ik, bij welke gerechten dat de fieten? Ja. Er moet daar een soort van logo komen. Of een soort van lijn op de tafel. Want de, soms de chaos van wat, dat salade met een fietje bij. En ja, ik weet niet. Ik weet niet wat dat fietje bij je salade hoort. Denk het niet. Denk het niet. <laughs> 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 bolletaf af. Het is een, beetje, een beetje best of both worlds, zeg jij me. Uw op... kazen, uw garnal kroket In toch ook nog frieten willen hebben? <laughs> ja, In is is sommige is dat is culturen is dat echt wel. Dat is een veredeld ja. voorgericht. Dat ja. gaat nu gewoon. Dat ga gewoon door de te kappen een ja. hoofdgericht van maken. Dat is wat je nu aan het doen. Ze. Ja. En zit ik aan een zoete of een zouten? Of allebei. Oh, allebei. Ja. Allebei, inderdaad. Ja. Maar wat je, de, de haat liefde bij koeken. Hè, is ook toepasselijk bij, bij, bij standaard koekhandel. Ik heb er nu 22 opgenomen. Mm -hmm. En achteraf zeg ik dan van pak die, pak die zak mee. Met je favoriete koek, pak het mee naar huis. En dat is echt tot nummer 5 stand-ups hebben geaccepteerd. Ja. Ze hebben altijd nee, nee, nee. Ja, dat is maar hier. Ik moet dat ja. niet mee hebben. Ik weet, ik ga het meenemen, ik ga het opfretten. Ja. Over een kwartier is het op. Ja. Dat vind ik heel leuk, die dualiteit daarin: van de liefde ervoor en toch de schrik ervan. Want ik ga losgaan, ik ga, ik ga, ik ga los gaan. Ik heb me niet ja. kunnen controleren. Gewoon. Tenzij dat je iemand die gezegend is, en we kennen allemaal zo'n gasten, ah, ja. he, die zo gezegend zijn, met zo, dat zijn van die genetische wonderen dat zo. Zo, en, die, en die kunnen gewoon eten wat dat ze willen en die komen nooit een gram aan. Afgrijzelijk. Dat soort ja. vreselijke dat is, mensen eigenlijk. Ja. Ja, en en je is... ziet daar, en die zeggen dat ook altijd zo casual voor de ja. hand weg. Ja, ja. ja weet, je, weet je, ik heb zelfs mijn best gedaan eh, om aan te komen. Ik heb altijd moeten eten en er komt dus geen en dan ziet er zo ja. van: oh, fuck you. Seriously. Ik filter die langzaam uit de vriendengroep. Ik, ja, uh, ik, ik vind ja, dat ook. Uh... Uh, wij moeten die allemaal traag elimineren totdat die er niet meer zijn. Volledig akkoord. Want die, die moeten ons ook forceren om te voldoen aan onmogelijke schoonheidsstandaarden, <laughs> uh, Lucas Lely. Maar zijn er echt zoveel uh, mensen die op het podium komen die echt gezegend zijn? Nee, er zijn er ook veel. Nee, hey, dat de, zijn er de, heel weinig. De Michael bijvoorbeeld, hey, die nee ook ja, ja maar Van Peel Van PL wel die nee wel een genetisch ja, voor absoluut man. maar die slaat ook nog altijd over ja die net ah, okay. veel, ja, veel minder het ah, is dat, elke dag of zo of, of, ja ja nou, elke dag ja. Oh, ja maar ik wil zeggen het traditionele drie keer per dag of zo dat zal die zelden aanzitten. Mm. als je die eens eten, eet die smakelijk maar als je hem op verlof gaat, wat wij ja. wel een paar keer gedaan hebben en je hebt hem 24 uur in doog. Dan komt het boven. Ja. He. En we hebben hem in doog dan ook. He. We zitten <laughs> er zo in de bossen nee. in het te zien. Zo'n zo soort ja. David Attenborough-achtige uh, documentaire waar we tegen elkaar zeggen... De Van Peel... Uh, <laughs> de pandelt vlotjes voorbij de cornflakes. Je slaat hem altijd over. Van, de van, de, de, niet de, aan, de van, van Peel is ook bangelijk. Dan heeft de meest onflatterende zwembroek aan. <laughs> maar dat is precies dat hij nog in ons gezicht had. Ik heb inderdaad sixpacks en alles, maar ik kan me dat permitteren voor... En ja, ja, ja. Hij, hij daalt wel, ik, kan me, met mijn ik kan mij permitteren van de lelijkste zwembroek aller tijden om te doen. Want mijn figuur is echt tien ja. keer beter dan dat van Olle. En dat is ook echt wel waar. Daar kunnen ja. we nou echt niet veel tegen inbreken. Wat hij ook wel heeft, en dat, dat, daar word ik ook altijd zot van. En dan, gaan wij, dan gaan wij zo samen, want wij doen dat zo wel eens vaker. Hè. Ik had samen met hem getwai met uh, Bart Kannaert in het mm. begin van september vorig jaar, waar we allemaal onze nieuwe show aan het werken. En dan gingen wij achteraf, dat eindigde stevast in Pita Wommelgem. Shout-out voor Pita Wommelgem, <laughs> want daar komen wij altijd terecht. De Pita Oké. Okay. En uh, we gingen er iets eten, en dat doet hij altijd. Hè. Die et zo... Veel minder dan al de rest, maar dan doet hij hem altijd alsof dat hem zo vol zit dat hij niet normaal is. Oh my god, de pain! En ik voel dat het niet. Oh, dat spant allemaal! En wij zitten er allemaal drie vet dubbele te wezen. Te <laughs> wezen. Ik en de Barry zo met onze buik over onze riemen. ah oh, fuck. cerke. Ja, dat is echt. <laughs> Zodat En dan toch dat muntje nog pikken zo. Ah, zo ja, dat ja. Ja. Moet ja. ik andersom zeggen, als je zo één opneemt en want je vertelt, vijf man neemt het maar mee. 17, niet of, of 16? Ja, zo, ja, ja. Waar, Wat doe je dan mee? Want dat zit er mee. Nee, nee, ik geef het uh, aan de cameraman. Of uh, ja, nee, ik moet niet, ik moet niet mm. hebben. Je moet, je moet grenzen stellen voor die dingen, want, want, want het was wel een... Uh... probleem is nu met standaard koekhandel ook, dat ik, mensen geven mij heel veel koeken nu. <laughs> dat is mijn leven nu. Mensen geven mij gewoon... Omlangs, omlangs een optreden, een optreden het, was een, het, was, het was een vriendendienst, en ik had, ja, ik ga mij wat mensen in een café voor een, voor een studentengroep optreden, en die had gezegd, ja, ik gewoon, geef iedereen 50 euro, in zijn pollen voor de, voor de rit en zo. Hè. Mm -hmm. maar ze hadden voor mij 50 euro aan koeken uh, in een zak, oh. dat ik dacht, mag maar, maar, <laughs> Ja. Je maakt me kapot. Wat, wat doe je? Wat doe je? Dat is vreselijk. Dus je geeft een mes aan een. I'm not gonna live to be 50. Echt, zot. Uh. Ja. Maar ik, ik moest wel nog denken over eten gesproken. Um, ik denk dat dat de laatste keer is dat wij ooit hebben samen terrein. We hebben nooit echt heel veel samengespeeld. Ja. Maar ik, ja. als, als ik mij goed herinner, was dat voor de Bourgondische Belgen. Dat klopt. En dat was een concept. Als ik mij goed herinner, dus Joost van Nieuwte, die was MC. Maar die stond ook te koken op het podium. Ja, klopt. En er stonden op podium ook tafeltjes. Lekker restaurantje. En ik moest openen, denk ik. Ik deed mijn set. Ik ging naar die niet af. Maar ik zette mij aan een van die tafeltjes. Joost van Liefde maakte tijdens zijn MC-set een soepje klaar. Die bracht die soep dan naar mijn tafeltje En ik at dan soep terwijl jij dan uw set op 10 meter van mij aan toen was. Voor... Ik weet dat dat zo een van de momenten was van. Ja. Huh. <laughs> Hoe kom ik in deze spot terecht? Ja, en daarna moest ik, moesten wij erbij komen zitten. Komde jij iets, ook aan, aan, op het restaurant zitten en dan kreeg ja. jij ook het, het volgende gerecht? Ja. Dat was allemaal voor honderden Hollanders. Ja. Dat was heel vreemd. Dat was dan een dan heel raar ik... ding. Dat was ook vooral niet goed voor uw lijn, ook weer in ah, die ja, nee. en vooral, dat herinner ik me ook nog, die had altijd verse Cuberdons bij. Ja. Die dat hem uitteelden aan het publiek. Dus dat mensen kregen, zo wat, kregen een cuberdon, hè, omdat dat een, een typisch uh, streekgerecht is. En, en dat is iets dat ze in Nederland eigenlijk niet echt kennen. Dus dat is ook een beetje een exotisch voor hun, Zo van, oh, snoep uit, uit België. En ik weet dat ik toen uh, een, een gevaarlijke Cuberdon-verslaving ja. aan het kweken was. Want die net dat deur dat ik dat lekker vond. En je bleef ook altijd maar zo. Want dat is ook een beetje een feeder, de, de Joost van Nifte. Ja, want die is zelf ook wel wat af, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Die is wel wat ja, ja. kilo's af bij die Joost. Ja, die man, en die hou het wel vol. Sorry, die, ook, ook. die heeft ook, uh, die heeft ook uh, iets gehad. Zo. Die heeft een, een soort uh, aandoening gehad, onze aan maag of zoiets, waardoor hij enorm vermagerd is. Ah, okay. En nu zie je wel terug oké, okay, denk ik, maar mm. die, die heeft dat er wel kunnen afhouden, ja. want die is inderdaad heel mager, want die was iets voller toen ik die leerde kennen. Mm. Maar dat is zo'n gast die zo, ja, die een... Ga je wat water in bij? Ah dan? ja, is goed, ja, misschien, je dat, uh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel een figuur, hè, de Joost. Ik, ik had voor, voor mijn tour, had ik, um, had ik afgesproken, omdat ik het gaat allemaal over eten had, ik zo de mop gedacht van, oké, okay, well, ik ga gewoon iedereen achteraf een twix geven. Huh? Mm -hmm. als, als cadeautje. Hè. Maar ik ga er uit elke een uithalen. En terug dichtnieten. Dat de mop is van: ik heb een, uh, ik heb een andere uh, omgeving. Mm -hmm. <laughs> dus we hebben sponsoring rondgekregen. Dus uh, Twix had een uh, paar duizend Twixen geleverd. Maar dan moest ik, ik dus voor elk optreden. de paksknoppen doen. Twix uithalen. dichtnieten. Voor die mop te maken dus. Hè. Yeah. Maar dan nam heel rap zo al twee uur in van mijn. voor een optreden. Plus dan zat ik met enorm veel zo Twix ja. Maar dat was wel hoeveel mijn populariteit in de vriendengroep. Dat ik gewoon post: die moeten hier weg. Komt af, Twiksenaal. En dat was echt wel. Hey, maar, dus om dat te zeggen en van... ga je dan ook vrienden die afkomen? Dan. Ja, ja, tuurlijk. Dat was gewoon hier. De, de, de vervaldatum kwam er dan al echt zo gewoon overal. Elk eerst in een doos twixen echt overal. Dat was mijn, dat was mijn leven toen. En dat was dan ook een doos zo gewoon niet in de verpakking twixen. Uh, nee, dat was zo'n doos. Like dat je hebt, uh, like dat, Ja, zo, like dat aangekocht wordt door, uh, door winkels. Ja. Dus zo'n echt een kartonnen doos uh, vol met twixen. Maar daar hadden jij gewoon die overschot twixen in liggen dan. Uh, Nee, die lagen gewoon op een bord. Pyramidegewijs. Ah, okay. Gewoon een enorme stapel van ja, duizenden Twixen. En dan moest ja. ik zo rap mogelijk uh, zien kwijt te raken. Dus dat uh, ga ik wel geen tweede keer doen, denk ik. ik uh, ja, uh, Zitten die in de koekereion, de Twixen? Zeker. Mijn tragiek is uh, dat de Vitabis niet in de koekereion ligt. Dat is een ja, van mijn favoriete koeken. Maar dat moet bij de babyvoeding gaan halen. Ja, dus, inderdaad. Dat is waar. Hoe we dat vormelijk ooit in orde krijgen. Dan gaan we echt moeten. Mogen we dat vragen? Of is dat de, het geheim? Maar uh, ja, hoe is dan, is dan, is dan, breng, breng je dat aan, Dan gaan dan naar de supermarkt en zegt, hallo, ik heb een plan? Exact, exact ja. Echt, uh, dat idee was er. Ik ben naar mijn lokale proxy proxylijst uh, gegaan, ik heb gevraagd, mag ik dat hier doen? En die zei, ja doe maar, de maandag voormiddag kun je hier uh, opnemen. Maar dus zelf die, hey, ik heb al een dankwoordje op het einde voor hem, maar hij heeft dat zelf niet gevraagd, die manager was gewoon... Ja, dat, dat is cool. Want ik denk dat als, als uh, het wordt vaak gevraagd, want is dat eigenlijk reclame, maar ik denk dat als je... Maar, weet dat dat... Ja, inderdaad, want dat wou ik mij ook al bijna afvragen, word jij ook niet benaderd door, uh, door Koeken nu om te zeggen, hey, stikt dat in je programma? Of... Uh, nee, en, maar ik denk als je als ernaar je kijkt, dan gaat dat... Als je weet hoe reclame werkt, dat je dat ook wel rap door hebt. Want geen aflevering gaat voorbij zonder dat we het hebben over depressie, van een, van een brug willen springen, huilen. Jens de Donker zegt letterlijk dat de ja, ja. koeken meer zout smaken dan zoet door de tranen uit zijn ogen. <laughs> dus ik weet niet welk merk dat, dat zich achter die boodschap wil zetten. Ja. Dan heb ik ook al een punt van. Het uh, ja. is al een meerdere aflevering dat het ook over diabetes gaat en al. Dus, dus ja. ik, ik weet niet hoeveel. Uh, in de reclamewereld wat dat zo uh, geprecieerd wordt. Ja, Hoe Moet je dan al die afleveringen wel gaan aanschaffen en al die koeken betalen? Uh, ja, ja, het is allemaal... Dat is dat je ja. gewoon aan te schuiven? Ja, volledig, is het hilarisch. is niks. Het is geen enkele... Geen enkele... Ja, nee. Het is volledig... Want ik snap wel dat, dat mensen dat soms denken, maar ik denk als je een beetje naar de afleveringen kijkt dat het helder wordt. Dat er niemand uh, zich erachter zou zetten. Uh. En is er een uh, groot verschil in het koekensegment? Want in die aflevering met de Jens gingen we nu ook over de oreo-koek. Dat die, ja, dat, dat, Oreo -koek. dat iets oreo-koek. Dat ja. Maar je hebt toch wel van die klassiekers een Vitabis dat krijg je er niet uit. hè? Ah, nee, nee, volledig. Ja. Ik vind dat eigenlijk een hele conservatieve wereld, de koekenwereld. Ja, maar het is ook. Het is... De studentenkoek, de soldatenkoek nog. Ja, ik, ik ben niet zo'n fan, maar ik weet dat er heel veel nostalgie aan vasthangt. Aan, aan, aan dat, en aan heel veel koeken. Dat komt meteen mm -hmm. op verhaal, ook op de speelplaats uit. En zo. Ja. Nam de een koek mee vanmiddag op de speelplaats? Um, goh, uh, nee, ik denk het niet. En voor met... uw verjaardag? Nou, ja, dat wel, dat ja. wel, dat wel. Ik had uh, we dat zeker. Um, veel koeksjes. Wat, wat ik kei graag lust, dat zijn zo, dat is nog groter een bocht eigenlijk. Maar dat zijn zo, hoe heet dat nou weer? Is dat een, is dat een mergpijp of hoe heet dat? Dat ding met, 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 met marzipijn rond ja. en zo die twee chocolade-mergpijpjes. Ja, de mergpijpjes. Jezus Christus. Ja, 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 dus, ja dat heb ik echt graag gegeten als kind. Maar ah, wel, ga ik je meteen ook de marseppino aanraden? De marzipino. De, de vader van Jonas Geiernaert heeft die koek uitgevonden. Wat? En dan. Dat is gelijkaardig en eigenlijk beter. Ah ja, ja. Okay. Dus, uh, Zoek je Marcipino? Dan wil ik eens zien hoe dat, dat eruit ziet. Ik dat weet niet echt... of je dat ooit heb gegeven. Het, het ziet er heel gelijkaardig uit, maar het is, het is ja. beter. Marcipino, volgens Oké. En dat is echt Jonas Schijnert van valde. Ja, die heeft dat uitgevonden. Dat is geen Ontwikkels. bullshit trivia. Nee, 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 zeker. Het is ook een aflevering met hem dat hij het uh, uitlegt. We, ah, just... we gaan zelf samen naar de fabriek om mm -hmm. te kijken hoe dat het gemaakt wordt. Dus, uh... Holy ja. shit, ja. Zeker eens proberen? Dat ga ik zeker doen, ja. ja, ja. een je, je werd man, gij. Ik was, Ja, ik was onder andere, maar ik wist, ik wist gewoon, omdat, ik, uh, eh, omdat we sinds uh, Andries mij er uh, attent op maakte op de standaard koekhandel, dacht ik ja, als hij ooit om mij vraagt wat mijn koek is, ja. dan zou dat het wel okay, zijn, denk dat weten we het al. Dus, uh, dus dat we, misschien moeten we er dan een andere voorzien. ik weet het ook niet, want er mm. zijn wel veel koeken dat ik graag lust. Wat ik altijd heb is, ik ben, ik ben ook opgegroeid met heel veel uh, Amerikaanse popcultuur mm. en comics en ik had ook een enorme fascinatie uh, voor uh, Oreo cookies. Ja. En um, vooral wat, wat heel, mensen, heel veel mensen hier niet doen of niet weten was, wat klassiek was aan een Oreo, is dat je, die, dat, je dat eet met een glas melk. Oh yeah. Dus je moet je ja. eigenlijk soppen in een glas melk en dan ja. eten, Want je, je zegt het eigenlijk zelf ook samen met de Jens, dat dat wel een droge koek is. Ja, maar een drankje bij. Want dat is ook zo. Een, en de, de reden is dat je dat origineel normaal eet met een glas okay, melk. Ja, ja. en Dan wordt, na, dat wat, wordt dat wat uh, ja, show, wordt dat, hè. Wordt dat eh, je, je moet het er niet in laten vallen dat het brei wordt, ja. maar als je het gewoon even sopt en je eet dat. Okay. En het beste is natuurlijk, als je dan heel dat pak Oreo koeken hebt opgeten, dan zit er ook wat chocolade in die melk. En dat ja. je die melk dan op drinkt. Yeah. Dan is je, ja, je een van de beste dingen die dat er bestaan. Maar dan man. heb je toch een ongelukkige jeugd gehad? Want dat, dat is toch heel recent, de Oreo-koek in de, de popcultuur? Uh, denk, denk je ook wat Twinkies en zo? Gehoord je, je hoort ik heb, daarvan? Ik heb Oreo's gegeten de eerste keer toen ik, uh, toen ik uh, denk ik 15 was. En dan ben ik naar Amerika geweest ja. met mijn papa. En ik heb dat daar gegeten, puur ook mee, een glas melk in het hotel zo echt. Omdat ik wou, ik wou weten wat dat was. Een traan langs je wangen. Ja, zo, en het was, uh, het was meteen, er ging een hele wereld voor mij ja. open. Uh, ik, ik heb altijd heel hard gehouden van, van Amerikaanse snoep. Omdat die voor een of andere reden zijn die altijd next level in, in foutheid. Ja, ja. Racus, weet ja, je dat ja, kind. Ja. Dat is nu ook. Eigenlijk, dat, dat is nu ook uh, aanwezig. Hè. Dat is ja. heel recent ook toegekomen. En nu, ja. Dat zijn allemaal dingen die nu hier aan het geraken ja. zijn. Maar dat zijn allemaal dingen die ik in Amerika heb gegeten toen ik 15 was en die hier niet te krijgen waren. Nee. Ik had gewoon heel af en toe iets ergens een winkel dat dat stokkeerde. Ik, uh, ik denk op de. Goh, waar, waar is dat? ergens? Dat is vlakbij de grote steenweg. De Prins Boudewijn-land. Ja, ja die denk een Amerikaanse. Graree noemt hij. Of mm. Grare, of hoe heet dat? En dat is zo'n Amerikaanse winkel waar ze bijvoorbeeld ook iets hadden. Dat ik alleen in Amerika had en Dat je nu overal vindt: Doritos. Ja. ja. Maar zo'n Doritos met de, met de hè, nacho cheese flavor. Eigenlijk de originele. Ja. Dat waren. Ja, voor mij was dat een van de lekkerste dingen dat er bestond. Pop is dat ook, eh... ja. Pop Tarts heb ik eigenlijk nooit gegeten. Is, is dat zo? Uh, ja, well, er is hier, uh, hiernaast... Allee, ja, drie je hebt er hier ook een. die ja. is er nog altijd. Drie nu ja. hiernaast in een uh, invoerder uh. van uh, Amerikaanse stuff uh. Maar ik heb er altijd wel een beetje mee. Heb, niet om hier zo n... Uh, negative Nancy te zijn. Maar uh, <laughs> ja, ik ben wel een uh, eigen koek eerstman. Uh, ik, ah, ik vind dat het van hier moet komen. Oh, in het ja. licht van de verkiezingen <laughs> is dat niet echt het foutste dat je kunt zeggen tegenwoordig. Zeg tegen. Eigen uh, koek eerst. Dat zal uh, wel zijn, godverdomme. Uh, sorry, uh, ik zal altijd een, uh, een Prinsenkoek verkiezen boven een Oreo. En ik zeg het hier nu ook. Ik, ik wou het altijd. vragen, dat was een van mijn vragen. Ja. Een prinskoek ten opzichte van een Oreo. Nee, nee bij mij altijd is voor Hands down een Oreo wint bij mij. Hands ik vind bijvoorbeeld zo de, de legendarische Twinkie, ja. hè, de films zijn erop gebaseerd, alles... Allee, dat is iets dat hij nu... Maar de eerste keer dat ik dat at, goh, dat weet niet van een dinosauruskoek, of dat nee. weet niet van nee. een delicious. Ja, of Is dat zo. niet een beetje een madeleineke eigenlijk? Is dat niet basically dan een Twinkie? But, ja, en wat dat ook vooral is, is uh, de verpakking. Daar is een Amerikaan wel... Ja, ja. Amerikaan ja, wel de Amerikaan wel veel beter De Nederlander ook, hè. Ja. Als je kijkt naar Albert Heijn oh, en er, oh. al die hun, die, die hun snacks, ja. want als je... Als je in Nederland toert, hè, waar ze vooral niet voor bekend staan, is dat je eten krijgt in hm. de backstage. Je krijgt korting op je pintjes puntjeskleden meestal. Ja, Het is, is daar. <laughs> ik bedoel, ik heb, ooit, ik heb ooit voor 25 jaar uh, Leids Cabaret Festival in de Carré gespeeld, een hele week. En uh, ik kwam daar in een backstage van de legendarische cabarettempel in Nederland. Ja? En ik zeg: Ja, voor mij een cola light, alsjeblieft. En die zegt: Ja, dat is dan 2,50 euro. <laughs> en ik zeg. Ik heb die net opgetreden en die zo... Ja. En ik dacht, oh, jullie doen dat hier gewoon nee, niet, of wat? Nee, he. jullie, jullie hebben echt gewoon de neiging ja. van... Nee, nee, je betaalt gewoon allemaal, maar... Ja, dat, dat, ik ja. Ook wel merk, daar, ja, dat is iets heel raar. En uiteraard ja. denk ik dan, oké, okay, als dat hier zo zit, dan is het ook maar zo. Je ja, gaat ja, daar ja. niet moeilijk over doen. Maar ik vond dat een heel raar gegeven. Ja, ja. zo Nederland heeft dat heel hard, ja, hè. He. dat vlak zijn we verwend hier in... Uh... En, uh, in België, qua standaard. En nu heb ik uh, onlangs gezien dat in alleen Kinepolis, Antwerpen, dat ze daar nu ook een muur hebben. Zo'n eet-, zo'n snakmuur. Ja? Een, een febo. Ja, zo'n soort o, febo nou, Al die in... M&M's is dat al? We... Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Die hebben echt, nee, als je om de ingang ja? binnenkomt, eh, je hebt aan uh, die kant zo'n soort ding met koffie en praline, aan de andere kant heb je nu een soort comic-boek-achtige ja? winkel, eh, zo boeken en comics. En aan die muur hebben een eetmuur. Zo'n en een, en dat soort dingen. Zo'n wow. uit, zo uithaalmuur. Oké, okay, ik ga er maar even naartoe. Zoals ze, in uh, <laughs> zoals ze in Nederland hebben. Wat ik, wat ik wel even wil zeggen, want je hebt daarnet Twinkies benoemd. Mm -hmm. Er is een grote controverse in de koekcommunity. <laughs> eh? uh, ik ben een... Uh, echt, 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 dat is... De, de vraag, wat is een koek en wat niet? Dat is eigenlijk de vraag. Eh? Oké. Okay. Um, van het moment dat er over, over Snickers gepraat wordt bijvoorbeeld, mm -hmm. Er zijn veel mensen, dat is geen koek. Dat mm. is een reep, is een chocoladereep. Ja. Hè? Oh. En zo, want ik, ik, ik zeg altijd voor de standaard koekhandel, het moet gewoon in de koekenregio liggen, en het moet gangbaar zijn om het mee te nemen uh, op de speelplaats. Okay. Als kind, niet als. Ja. Uh, dat, dat zijn mijn uh, voorwaarden. Maar in de comments, als, er, als bijvoorbeeld de, 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 de mellowcake of zo gekozen wordt, meteen daaronder, maar maar, daar zit wel koek in. Daar is een stukje ah ja, koek. Tuurlijk. Biscuit, De ja. Ja, bodem. Pe peperkoek, nog iets. Peperkoek is koek. Het wordt koek zit erin. Ja. Maar toch... Ja. Het, ik lig onder vuur vaak. YouTube-comments YouTube en op dat vlak... Uh, ja, de genadeloze wereld die ja, dat ook, in grin... De koeken-community, dat ja. is niet normaal. Grinzen aan het wetenschappelijke, Fouke. Ja, ja, dat is echt waar. Hè? Je leert veel van de YouTube-comments. Mm. Hier gaat sowieso ja. iemand... Een, uh, ja, een semi-wetenschappelijk betoog houden over... Uh, nou. Ik heb dat wel... <laughs> bijvoorbeeld met, wat doe je met die ijs-dingen. Want dat vind ik ook een heel uh, schone ah, ja. afsplitsing. Dus dat je uh, bijvoorbeeld... Een snickers is heel lekker, maar ik vind een snickers ijscream nog meer next level. Ja. En met oreo zitten er ook die ja. oreo-ijsjes. Uh, oh, die heb ik nog niet gegeten. Jawel, ja wel, dat wel verre zenig gegeten. gegeten. Dat is niet nee. normaal lekker. Ja. Heb je de kinderbuéno-ijs al gegeten? Nee, nog nee, niet. Het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Maar echt. dat is niet Anto in de koekereon. Nee, dus dat, dat is mijn vloek. Technisch mijn gebonden gezien. aan de koekereon. Mijn, mijn favoriet van heel die kinderdingen, dat is niet een bueno, maar dat is die pingui, of hoe heet dat? dat het melk, soort... het melkschijfje. Ja, maar dat is zo'n ding dat je zo in de ijskast ja, moet leggen. Ja, uh, wit en, en twee ja, chocolade. Ja, dat ja, is keigoed, man. Holy crap. Ja, daar hou ik ik ook dat van, is, Ja, dat, dat is, is een ja, ja, ja. dat is een Ja, ja zo Man. heet het. Heerlijk zacht. hè. Nee, nee, uh, dat is Jezus Christus, dat kan ik, maar ik ook een ongeluk eten. Ja, een kinderchocolade is ook een heel, heel straf. Ik trouwens de door. gewone de gewone klassieke kinderchocolade daar ja. dat kun je ook moeilijk en van eten. Je kunt er zo een automaat kopen per vier. hè. Dat is dodelijk. Vaak zo'n treinrit dat ik dan neem zo per vier. vier. Ja, zo'n klein doosjes met vier van die kinder Wat is dat kinder? Jij, uh, uh, ah, ja ja. Chocolatjes, Chocolatje. Ja, ja zo vier erin echt. Met dat kind dat al 30 jaar hetzelfde is. Die moeten we een keer traceren. Die... hetzelfde met die bruine suiker die ja. jongen. Ja, Heb je die ja, ja. nog? Ja, juist dat de... blond blond gasje zo. Ja ja. 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 Met zo'n hele grote brede perfecte tanden glimlach waarvan je merkt dat je nog nooit suiker heeft aangerokt in zijn leven. Heel goed zo, punt, ja. Die kerel. Ja. Maar die die heb ik eigenlijk van u leren kennen. En die Schollen had die vroeger in huis. Dat weet ik nog. Als ik bij jullie kwam in het begin en dan kreeg ik dat zo aangeboden. En, en die moeten ook uit de ijskast eten. We hebben, veel mensen, kalt... we hebben veel mensen op slechte pad hey, Hoe goed hoe, hoe is dinges man? Die, kennen die, die chocolade reep nog zero. Zero, dat, je zo, ja. dat je zo in de ijskast moest ja, liggen. in ja. die Was een reclamefilm met twee mannen ook, denk ik, uh, over, over Zero. Ja. Dat is heel, heel goed. Jesus, Heb jij je, je een koekenkast thuis? Een koekenkast? Ik heb... Uh, jawel, ja, tuurlijk. Um, zelfs in twee delen verdeeld. Je hebt zo de bovenkant, is koeken en zoetigheid. Ja? De onderkant is chips en okay, nootjes. En, ja, ja, ja. en dat soort uh, vetlapperij en je kunt ik... ermee om, mijn koe. Nee, ik kan mee. daar nee. totaal niet nee. mee om, man. Is... Jezus Christus. Nee, maar ik ben ik aan het proberen van ermee om te gaan. Want ik heb, ik heb, ik heb nu, niet... oh man, deze. Waarom vertel ik, ik dat allemaal? Gaan. Dat mag niet. uit. We zijn, eh, ik zit nu eh, zonder aan het eten. Dus mm -hmm. ik, ben, ik ga nu naar zo'n overpriced bio-winkel. Want zijn ze het niet allemaal? Ja. Waar je dan zo van die dingen koopt. En deze zegt: ja, dat is zo een, een bakje En dat zijn van die, van die kikkererwten. Die dat zo waar ze zo kunnen overkappen. En dat, en, en dat eten dan? En je denkt, mm, nam en nam, hè, zo, want ja. dat is zo'n soort vervanger voor chips, mm -hmm. en dan wel gezonder. Okay. Maar dat is niet hetzelfde. Je moet je wagen niet wijs En dan vooral mijn vrouw. Mijn vrouw is ook degene die keihard meehelpt altijd. Die zit er dan met zo'n bangelijk pak chips, neffe Maar dat ziet er goed uit. En dan denk ik altijd... Ah, for fuck's sake. Maar dat is toch een zever. Weet je, kinoa is dat ook altijd. Van die mensen dat er dan... Dat zijn altijd ergens. Die zijn overgestapt naar een gezond leven. En dan beginnen die hoe lekker dat dat is. En dan En dan beginnen hoe lekker dat dat is. Maar dan kun je toch gewoon zeggen... Stel dat morgen blijkt dat... Kinoa ongezond is, ja. zou dat dan nog eten. Dat is een heel goed ja, punt. Met ja. frieten is het antwoord duidelijk. Ja. Ja. Je kunt gewoon zeggen, ja, het is niet zo lekker, maar ik ga er niet dood aan. Dus of, <laughs> dat is, dat kun, je, kun je ook gewoon zeggen. Ja, hè? maar ja, het is, het is dat wat ik, ik bedoel. Hè. Het, het, het enige dat dat als voordeel heeft die je boekt, dat is dat eigenlijk dat eet. Je blaast er zo niet van op, je voelt je mm -hmm. niet. En je, als je wakker wordt de volgende morgen, dan voelt je je goed. Ja. En dat is het verschil, en daarvoor zend ik het momenteel aan toen, omdat ik echt uit een periode kom. dat ik wakker werd met een maag die even vol zat toen ik wakker werd en toen ik ging slapen. Ja, 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 ja. En als er één ding is dat ik haat, dan is dat dat daggevoel. Ja, ja. Want dan stond ik op en dan voel ik mijn eigen echt. Dan kun je echt in de spiegel naar je eigen kijken en denken: You fat piece of shit. Allee, letterlijk, hè? Dan, dan denk ik echt. Come on man, je moet gewoon een beetje karakter hebben. Ja. Heeft er al iemand eigenlijk om mee te gaan, omwille van die reden? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Iedereen, dus... ik vind, dat moet toch zalig zijn dat je van die mensen begint te kiezen, zo. Nathalie Meskes nu. Zo, nu kiezen, zo. Ah, ja. oh. ik, wat ik, ik... Mijn droomgast is uh, Prince Laurent, moet ik zeggen. Uh. Je zou jij die het liefst hebben? Dat zou ik heel leuk vinden, dat Prins Laurent ja. zou komen. Maakt die het eigenlijk? Je... Ik weet dat niet. Ik je... weet dat niet. <laughs> nou, ik weet al dat je in China dat mag, maar <laughs> mag niet Dat heer. die naar de staat, in de rayon, en ze, dan dat we ook de, de koekendozen van de koningen kunnen bekijken wat er je, zijn, je pakt dat dan alleen, maar van die dingen gelijk, hoe heet dat nou weer? De lakren of zo? Of zo ofzo, Jules de Stroper, of zo ja. die mega, mega... Wel een hele, een hele lekkere koekendozen, ja. mega goeie ja. Jules de Stroper. Ja, zeker. Ja. Fantastisch. Jezus Christus, ja. man. zitten Ook heel, heel mooie doosjes ook, hè. Ze hebben nu zo'n ja, ja. zo limited uh, hey, edition. He, heel belangrijk, hè, de doosjes, hoe dat eruit ziet, Mooi, mooi. Dat mooie verpakkingen zijn dus jammer ik denk dat de koekenindustrie daar wel hard ja, mee bezig is, ja. denk ik. Uh... Ik vroeger zo ik vind in... dat je wel zo wetenschappelijk... Als, dat, als je er ooit mee stopt, <laughs> dan moet je daar toch zo een boek over maken. Een thesis. Uh... Ja, <laughs> ja, zo. Ik heb ooit... Uh, wat, wat, omdat ik... Uh, ik ben opgegroeid in een, in een Engelse familie. Want hm. ik was nog even aan het denken over wat je zei van de speelplaats en zo. Ja, klassiekers waren natuurlijk wel zo de, de Vitabis, inderdaad, ja. en de better Food. Ja, met de Ja. ja. En hey, zo degene die je... Vooral, dat is ook heel goed, als je zo een, als je een kindje hebt. Ik denk, hey, jij hebt nu een, een vierjarig dochtertje, die van mij is inmiddels al bijna elf, maar toen die heel klein was, werden er ook zo van die praksjes gemokt waar dat dan ook zo'n koek. ...in Verkruimeld zat. Zo vet dat, dat je dan. Uh, dat eten. Ja. Op, hè. Ja, uh, als hij dat niet op het, dan zat ik dat zo uit de lepel of zo. Ja. ik die er baby eten. Maar ik, ik vind het zo erg dat ook die kleine potjes met kinderspaghetti en zo. Had die zo maar een dat beetje... is lekker ook gewoon. Amai, hè? Maar dat heb ik echt. Als hij dat niet op had, dan had ik dat altijd. Op. Echt aan het hopen zo. Ja, als dat maar, eet dat zo. Je had hem tijd erin en aan het zien. Is er nog honger? Is er nog honger? Nee, ze heeft genoeg Kom hier. Ja. Ook daar zag je een evolutie. Dus de fruitpapkoek. Hè, dus de Bitterfoot, de vitabis, dat waren de klassiekers. En ik vond dat ook wel jammer dat je want de eerste keer dat je dat terug in je leven hebt, Vrouwtpap is als je zelf een kind hebt. Dus ja. er zit dan een generatie tussen. En nu verkopen ze dat al geplet. En ik mm -hmm. weet dat ik dat eigenlijk ik vond dat wel jammer. Ja, tuurlijk. Dat wordt, dat wordt dus dat is echt in tegenstelling tot dat je het ik zelf zie... maakte wilde ze. Ja, zeggen, ik zie vrouwen. altijd ons mama met de vork zo ja, ja, daar ah, pletten. Ja, ja, ja. En nu konden dat eigenlijk gekruiseld, ja. is dat het woord? Gekruiseld kopen. Ja. Is, ja. dat ge, is dat ge, gekruiseld? Ik Gekrameld. Dat Gekrameld. Gekruimeld. Ik, ik, wil ik wil eigenlijk gekruiseld zeggen, maar ik dacht dat klinkt dialect. Ge dus heb ik mijn dialect ge mooi gekruiseld. Uit. Wat? De correcte term is gekruimeld in de sector: uh. <laughs> gekruiseld. Het woord van de dag is gekruiseld. U hoort het hier eerst. Ongelooflijk wel. Ja, dat is wel. Ja, ja. Ik ben ook door, door de aflevering met Sue. Ah, ben okay. ik echt terug aan gekomen met de shasha? dat was ik volledig vergeten. de shasha vind ik wel. lekkere en de mooie lekkere. ook. en dat is, dat, was echt, dat was ik gewoon bijna vergeten zelf. dat was echt gewoon en sindsdien dat terug in mijn. Uh... We, we hadden gisteren een voorgesprek, ik en Andries, ja. voor een of andere reden. Want wij zijn, omdat we wisten dat we doen een kwam... redactievergadering. We nee, doen, dat doen, uh, doen dat vol en bak. We hadden Prefesh. een mega-redactievergadering, terwijl ja. dat we uitgenodigd waren om te eten bij iemand anders. Maar, en we waren bezig ja. over. Uh, wat is er gisteren? Ah ja, 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 ja. Oh man, ja, ja. Dat was een kei uitspraak over de Ferrero Rocher. Daar waren jij niet ineens over bezig. Ja, ik, ik heb dat onlangs ook uh, nog eens. in een, mm. een, een, een prachtige verpakking. Dus ik, ik, ja. dat, alles klopte. Ik vind dat een enorm gedateerd iets. Ik, vond, uh, ik vind dat nog altijd lekker met die, met die Nutella erin. De smaak. Ja, waarom? Wel, de Ferrero Rocher. Ik, ik ben 41, dus dat is dus de jaren 80. de Ferrero de Rocher, dat was uh, een speciaal moment. En uh, daar ben ik niet onnozel om toe, maar een Ferrero Rocher kostte in die tijd wel wat geld. Ja. En, ja, nu zijn we allemaal schatrijk, maar in de jaren 80 hadden we gewoon veel minder geld. Ja, het is dus altijd was... duur, als je zo zouden... ja, well, voilà. yeah. nu maar En ik yeah. weet dat dat iets speciaals was, dus dat was ook iets waar je naar uitkeek, en ik heb het dan nog eens onlangs teruggegeven en ik dacht, goh, ik weet niet of dat het vandaag de dag nog stand houdt, tussen de delishocks. shocks of... of gewoon een simpele, hoe um... heet dat ding? Lotus van de speculatie. die hebben die chocoladebolletjes. Ja, ja, ja! Ja. Zo van die dingen. Zeker. Ik vind dat, dat ja dat in veel sectoren hè, dat iets voorbij gestreefd is of mm -hmm. ja, zo. Ja, vind je dat? Ik, dat goud is ook zo een keertje, joh. En ik heb toen gezegd: ja. het is de familie van de Moncherie. Dat was ook zoiets. Ja. Dat ja. is heel. Maman Cherie vind ik nog een, nog een iets oudbolliger bolligerie dan. Dat is ik ben, ik ben, met ben, met zo, uh, ja, vind toch, ik he? ook. Ja, uh. ja, ik, ik was niet helemaal mee met je statement over de Ferrero Rocher, maar dat is dat ik een onwaarschijnlijk... Allee, ik weet dat jij dat ook eet, daar niet van, maar een zwakheid voor Nutella Ja, man. ja, fantastisch. Oh, maar ja. De, de, voor, vooral dat je er door bent en je voelt in je zo dat, ja. dat, dat, dat kleine... Een uh, so cool, verrassingje dat daarin zit Zeker. en dan dat nootje. Kent je de, de ken je de Be Ready's? kennen dat? Nee. Dat's, dat's, ik dat's, zijn een amateur in dat is een amateur. La, ja, dat is wel dat is duidelijk je, Laat ik je leven beter maken. Okay, Alex. Uh, ja, uh, de Be Ready is van Nutella. Dat is eigenlijk gewoon een koek met Nutella in. Dat is langwerpig. Dat is zowat. Um, dat is ja, krokant. En voilà, we zien het hier. Voilà, dat is dat. Och. dat is eigenlijk gewoon, ja. Ja. Uh, in drie deeltjes. En daarin zit Nutella en dan nog een beetje kruimeltjes erbij. Dat is heel lekker. Dus okay. die telefoon zeker voorgaat. Oh, merci dat je ja. mij dat weer al aan de hand hebt gedaan. Ik ga uh, proberen van dat ten allerkosten te vermijden, dat <laughs> sorry, die, want dat komt niet goed. Wat, uh, wat, is, wat is uw favoriet? Of mag ik dat niet zeggen? Het, het is moeilijk, ik... ik, ik ga even, wat ik ga zeggen is, en ik, ik wissel af, maar ik ga, ik ga de, de Big Four even geven. Dat ik okay. vind. Eh? <laughs> Zo noemen we het in de sector, de Big ja, Four. Ja. Uh, ja. Dat is een beetje de metal Metallica Megadeth Amtrak Slayer van de koeken. Uh, uh, vertel. En uh, dat is um, prinskoeken, okay. ChocoPens. Uh, Vitabies, heb ik al gezegd. Dinosauruskoeken mm -hmm. en Kinder Bueno. Dat zijn de vier okay. die ik, ay, die ik zou, als de koekhandel in brand staat. Ik ga moet ik die vier, vier redden, ga ik die vier ja. 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 Maar welke daarin dat dan de overwinning haalt, <coughs> hangt af van, uh, van mijn vibe. <laughs> En ik weet, iedereen bekend kleuren, maar ik, ik hou het even bij deze vier. <tie> oh, oh, wat ja, een beetje. Maar wat, wat, wat ik nog wil zeggen is, oh, uh, met dat dekt nee, yeah. van, van die, van die um, uh, Ferrero-Rochers, dat gaat weg. Ik vind ook dat er soms een evolutie is naar rover gaan. En bijvoorbeeld de koek van je, die Jens gekozen je heeft in de koekhandel, dus uh, Oreos met daar rond een heel dikke laag witte chocolade. Ja, yeah, dan, yeah. Dan, dan zijn we in. Uh, dan, dan ben ik toch te conservatief daarvoor. Dat is zo zot. Heb je dat geproefd, man? Dat ja, ik heb zo... dat al geproefd. Dat is drugs. Dat eh, is drugs. De M3 zet die ook vaak in huis, maar dat zijn niet die met de witte chocolade, maar die met de, met de melkchocolade erom. Ja, omdat witte is, ge... is. Is nog een stapje erger. Dat he? is nog erger. Dat he? is een geweten sussen, dat zegt. We doen dat ja. als genoeg. <laughs> ja, ja. Maar die heb ik dus bij en En Ik ja. vind die lekker, maar ik blijf dan wel weer meer een fan van de echte originele ja, Nori ook. Okay. ook omdat ja. die zo. Die is zoet, maar die is niet zo ziekelijk zoet. Ja, okay. Je kunt erover gaan, echt. Zo, Wederom, ik moet dat altijd hebben met een glas melk, want dat tempert die zoetigheid ook ja, een beetje. Ja, dat snap ik. Waardoor ja. dat ik dat best oké okay vind om... om uh, het verdunte beetje. ...de BG-manier be te eten. Maar Weet wat dat ook is? Uh, hack op the Tack het winegums. He? De oh, Basset bas oh. winegum. He? Het is niet hetzelfde, maar he? ook oh. enorm lekker. Als je eraan hangt, dan hang er eraan. Okay. En daar hebben ze, uh, in dezelfde traditie als de Oreo met die chocolade rond, hebben ze er ook een versie van die gesuikerd Die zure. die zuren. Ja, maar dat is Zoals, ja, ja. En dat is ook. Als je een eerste keer eet, dan denkt ook van. ja, het, het wordt niet beter als dat. En dan is dat een beetje een slachtoffer van zijn eigen kwaliteit. Ja. Dat dat te goed is. En dat je toch teruggaat naar die klas. Dat is gewoon wine. te veel, vooral. Dat, te te ja, zoet, dat zeg ik het. gewoon. Er is dus ja. een grens aan. Like, in, in, in het centraal station weet ik dat je soms wafels kunt kopen. Dat zijn wafels met erop witte chocolade gedrapeerd. En dat is gewoon. Je eet dat en je voelt gewoon dat je aan het sterven bent. Ja. Je, <laughs> je moet dat subtiel <laughs> houden. Dat is. Dat zo... Je voelt je kransslagaders ja. dicht sliepen in je aorta zeggen deze hou zeg, ik echt niet lang meer uit, vriend. Hetzelfde nee. met, het me. is echt niet goed. De koek die alle de beulen gekozen heeft, dat, was, uh, um, dat heet uh, Milka Sensations. Dat is dus eigenlijk een American, cookie, American chip cookie, Oké. Okay. Dat al zo kent. Zo'n chocolate chip, ja, ja. Maar redelijk dik en ook gevuld met choco. Eigenlijk, oh, weet, ja, eigenlijk ja, zo goed als nu, echt choco. En dat is apart lekker, maar je voelt dat dat... Dat dat wat dingen met je doet, met je met emoties, Dat is echt. Je wordt dat, maar dat is Letterlijk stoned. Dat is toch echt waar? Dat is als sugar ge, rush. A, a, yeah. Ja, maar sugar was, dat is toch iets heel reëel. Ja, is en is de crash daarna reëind. is ook iets heel reëel. Je je gelukkig voelen en daarna gewoon instorten. Dat, is, dat is, uh, ja, wat ik vooral, ik, wat is, ik... Dat is net like masturbatie, vind ik echt zo. Dat, dat, er, naar omhoog gaan en dan gewoon bam. In zo. En dan zo kijken op die plas op uw navel en denken, denk je: What am I doing? <laughs> ik heb een lege verpakking eronder mu van. wat, ja, wat ben ik. Oh. God, is dat wat ik na zin ja. ja, dat is. Oh uh, man, ik ja. heb, wat is uw favoriete koek, Andries? Ja, zijt dus. Uh, ja, uh, klassiek is natuurlijk. Dinosauruskoek, uh, delishok, maar met ik welke zal ook wat melk chocolade. Welke, uh, welke, welke dinosauruskoek? De gewone, met chocolade, hè? Melk of zwarte? Ik ben altijd een melk Ah, voilà. kijk. Okay. Ik, met ouder ook puur, is ook weer wel een geweten-suster. Ik ben altijd beetje, zwart, eigenlijk, geweest. En ik om toch één zo wat erbij te kappen, die je misschien niet meer en wel lekker vindt, zeker niet, gewoon niet in een top 10. Honorable 30. mention. Honorable <laughs> mention, the dark horse van uh, of zo. Uh, <laughs> de koeken ofzo. Zwaar onderschat. The dark horse, uh, heel benieuwd niemand. Een café Och. Dat is, die heeft de Julie gekozen. Ja. De het, is, het, is, het, ver, het verhoudt een beetje een mijn leeftijd. Ben je gehoord? <laughs> Van binnen wel. En ik koppel dat met uh, de Bastogne koek. Die ja. hebben dat ze ook een upgrade gegeven hebben door daar zo een versie te hebben waar je zo een amandelstreepje uh, in het midden hebt. Dat wist ik nog niet. Och, de Bastogne is lekker, maar de upgrade is niet in tegenstelling tot de wine gums en de Oreo, waar ja. een barokke upgrade is, is het bij de bastonje echt een uh, kwalitatieve en bestverdiende upgrade. Upgrade. die moet ik eens herbezoeken dan. Bastonje, ja dus met een witte, ja. ja. Ik ga hem even opzoeken. Ja, doe ja, maar even verder zo. Alex, zeg jij uw uh, classics? Goh man, ik weet het niet. Ik, uh, um, ja zeker, dus zeker, dat dat, dat waar ik het ja, over. Wat ik ook heel erg yeah. van hou zijn van die bokkenpootjes. Ja. ja. Dat vind ik eigenlijk ook heel ook, lekker. Zijn er zijn conservatieve koeken? koeken ja, dan, ik ik uh, eigenlijk wat, wat ja. dan weer niet, want als ik aan de andere kant was, zijn, zijn mijn echte favorieten, dat zijn misschien wel de Oreo's. Ja, en dat is dan heel... Uh, dus ja. ik ben ik heel erg een Oreo-fan, of wat, wat ik ook... Uh, maar dat is dan misschien... Um, dat zijn technisch gezien echt geen koek, zo'n Reese's, want dat is eigenlijk chocolade gevuld mee, met zowat ja. zoutige... Um, uh, pindakaas. Ja, he, ja, is, uh, ja, ja. Dus dat is extreem, extreem, mm. alleen maar walgelijk. Mm. In... Ah, dat zijn de die. Ja, oké. Okay. Ja, okay, nu, ik moet moest een even keer... nadenken. wat wat dan best je koek, was. Ja, dat zijn die. Oké. Okay. Maar het is zelden. En dat misschien in dat geval wel. Maar het is zelden dat zo'n nieuwe versie. Het origineel. Uh, het had altijd zo typisch. Zo, ah, de witte versie van een bepaalde koek is plotseling uit. Eh? Ja, ja, ja. En vaak is dat dan. Ik behoefte dat, en dat is dan gewoon, ja, maar het is nog altijd het origineel is beter. Of zo'n bounty met, met fondant, met donkere chocolade, dat het ook gaat. Hè? Zo, dat soort dingen, hè? Dat je zo ineens een krijgt waarvan je van denkt, ah ja, cool. Zo, nu voor de mensen die graag hè, zwarte chocolade ja. eten, krijgen je dat. Ik begin een bounty, man. Even. Alle kaarten op tafel. Sorry. Is dat, is dat een vriendschapsbreker? Ik, uh, ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Is dat zoals stemmen op bepaalde partijen zo? Heb de de volk gelaten omdat ze dat uh, graag lusten? Bij Bounty ga ik... Hey, mocht, je nog in mijn, mocht je nog in dezelfde kamer zitten, maar... De dinosauruskoek zonder chocolade, daar trek ik wel de grens. Dat is echt. <laughs> dat is... Wordt dat ook niet vaak gekocht door dat je te snel erdoor gaat en ah, wel. je verkeerde pak bijt? Is mm. dat niet succes van je koek? Ik denk dat dat ja, heel dicht bij de goede koeken zetten en dan ik, wordt het, ook gewoon... het verschil in verpakking is, vind ik, van hun kant toch uh, vooral voor problemen. Het ja. zou extremer. Ik denk dat ze dat daarvoor doen ook wel niet. Is dat niet zoiets dat, mm. je, dat je denkt van fuck it, dan pakken ze er maar per ongeluk één mee? Is dat niet voor in orde te me zijn met volksgezondheid? Van we bieden het ook aan in een. Uh... Er is ook een heel leuke uh, evolutie van de dinosauruskoek. Dus dat was uh, origineel van, ik hoop dat ik het niet fout zeg, uh, van Lu was dat normaal gezien. Dat kan ja. En die zijn de, die koekrechten verloren. Dus de rechten om dinosauruskoeken te maken. Okay. Die zijn naar Lotus gegaan. Ah en uh, het recept is dan denk ik ook gewijzigd, en dan hebben zij, heeft, heeft Lu, de Azteekkoeken gemaakt. Wat eigenlijk exact hetzelfde was als dino-koeken, ja. maar het waren Azteken in plaats van dino dinosaurussen. Ja, ja. En dat is niet aangeslagen, dat is, weg, dat is dus gefaald. Dat is echt gefaald, puur omwille van het feit dat daar ja. geen dinosaurussen waren. Dus dino de dino dinosaurus is, ah, je, kijk, ja. dat zijn ze. Ja, ja, ja. Amaij, maar dat is toch fascinerend, dus dezelfde koek, mm -hmm. met andere figuurtjes en mensen kopen het niet meer. Nee. Dat is echt, dat is. Dat is een klein beetje, gelijk dat je, dat je op, de, op, op één zit en je verhuist ineens naar. Ja, eigenlijk wel. Naar zo, hé, wat, wat, wat de slimste mensen een beetje heeft meegemaakt. Hè? Dat is hoe in het begin echt serieus wat kijkers kwijt de waren. En blijft puur hetzelfde. En alleen omwille van het feit dat ze van net veranderd zijn. Wow. Het is heel weird hè? hoe hm. dat mensen zich zo hard kunnen blijven vasthouden aan een bepaald iets. Zeker. En dat dat zelfs de smaak overstijgt dan, uiteindelijk, ja. want uiteindelijk eet het juist hetzelfde. Maar, ik vind dat een goed voorbeeld, um, de Test. de Leo-koek en de Olé-koek. Ah ja, ja, ja. Heb je daar al iets aan gedacht, om in die orde misschien uh, programma's te maken? Well, ik, ik heb persoonlijk de Pepsi-test al meerdere keren gedaan met de, met de Leo en de Olé, dus je geproefd. Ik, ik haal ze niet... Je moet ze dat wel ook verkruimelen, mm -hmm. want er uh, zijn andere tekeningen erop. Kunt ja, je kunt dat smaken, dat andere... je kunt smaken dat Dat is dat is wel een... echt niks level moet... shit hier, We have an expert, ladies and gentlemen. Maar het is al uitgekomen, en, en je gaat het artikel denk ik nog, nog kunnen specialist. vinden... Specialist. Ik heb geen leven, jongens. Komt allemaal... Uh, je gaat het artikel nog vinden, er is ooit voor het programma Volt, denk ik, uh, ze, hebben ze een dame die uit de fabriek kwam, denk ik, gevraagd Kom, is, dat, is dat hetzelfde? En die heeft toen gezegd: ja, ja dat komt hier van dezelfde band gerold. Dus Olé's en Leo's. Dus eigenlijk kunnen we bijna zeggen dat hetzelfde is. Ja. Ik denk dat het bijna 100% zeker is. Dat is trouwens ook een redelijk oké okay, koek, vind ik, een Leo. Zeker, zeker. Een ja. Leo. En ik vind ook, uh, de, want dat, heeft ook heel, uh, dat ligt dicht bij elkaar, maar ik vind de Leo toch lekkerder dan de Kit Kat. Uh, ja. Een beetje hetzelfde is. Akko, andere, maar... andere chocolades een beetje Ja. ja, ja. Hoe eet jij vr... een Leo? Hoe heet je dat? Op. ik uh, breek dat in ja. stukjes en ik eet zo stukje per stukjes ja, dat doe ik ikje ja. ja. oké okay, goed als je dat zo doormidden breekt, en ze eigenlijk een beetje ja, en vooral de heb je zo van die memes ook uh, some people oh. just want to see the world burn als, er, ja. zo, als je volledig dat, als je er zo'n hap in neemt oh, ja echt, ja uh, ja oh dat is gruwelijk <laughs> hè zo een maar ik kan niet uitleggen waarom ik dat gruwelijk vind maar dat is gewoon van <laughs> oh. bollet af Do you want to know how I got these scars oh <laughs> maar. die die ziekheid <laughs> My father bit down on a Leo. <laughs> <laughs> Why is so serious? <laughs> ja, dat is heel weird. <laughs> Iedereen roept hem op te weg hè, <laughs> Ja ja ja, dat is echt zo... dat Ah, we roepen ze dan gaan. Een snoop, vettige gesnoop. Zit daar in toe. Ik ben minder een uh... Een snoeper op dat vlak. Ja. Zo van die hè, dingen, gelijk wine gums of surikjes ja, of dat zo. Dat minder, is Je ja, maar... hele rayon in de, in, de, in de cinema waar je zo een zak in Ik ben bevriend met allemaal. die rayon. We kunnen, kunnen overeen... we kunnen door één deur. Eh? Er zijn gesprekken. Maar we, we gaan dat niet mengen of zo. Uh, ik ga dat me er niet terugvinden. Maar uh... oh. kijk, kijk, geen. geen... Ja. Ja, ik, ik, oh, ja, dat is toch voor mij ook nog altijd een zwak. Hm. Zo'n zo ding dat jij ook eigenlijk er net zei, dat je toch voor eeuwig een klein beetje blijft hangen in je smaak. van dat je zo twaalf ja. wordt of zo, of acht, of hè, jong zelf, nog ja. jonger. Want als je hè, naar uw dochtertje kijkt bijvoorbeeld, wat dat die allemaal graag snoept en zo. Ja, dat zijn basically van die dingen die ik nog altijd graag eten. Ja. Maar ik denk het ook, er het zijn vaak ook anekdotes die eraan vasthouden, of een bepaald gevoel. Een afkoppels die zegt van, ik was echt niet graag op school, ik was daar diep ongelukkig, maar mm. er was een winkeltje waar je suikerwafels kon kopen. En dat was het geluk van mijn dag. Dat, ja, dat, ik, 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 heb dat eigenlijk, ik was niet doodongelukkig op school, maar in zo'n schooldag is de speeltijd gewoon, dat was een, 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 een licht, een baken van over twee uur, en dan ik ja. mijn shasha opeen. Ja. <laughs> dat is een beetje triestig misschien, maar ik denk dat dat bij veel mensen ook, uh, soms positieve gevoelens mee. Hey, dat, dat, dat er positieve connotaties zijn bij die koeken van jeugdherinneringen. Ja. Daarom dat heel vaak bij de koekhandel, bij de afleveringen, dat, dat het heel snel naar, uh, naar de kindertijd gaat of zo. Ja. Met, uh... Nostalgie. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is heel zot. Zeker. En als we nu bezig zijn over want, eh, ik, ik, ik had het er straks, waar we aan het zeggen van zoet, zoet, zoet. Ik ben eigenlijk vooral een heel erg een zoute. Dat heb ik een chipsreion. Zo, zo, een de, de chipsreion. Ja. Dat zou voor mij zo. De, dat is nog dodelijker ja? voor mij dan de, dan de koekereon. Dat is degene waar Akik van niet gewoon doodgaan, dan gaat dat Tessen. En wat is je favoriete chips dan? Goh, dat is ook weer een heel ja. goede vraag. Want, <laughs> uh, mijn god, is die rayon uitgebreid uh, sinds dat wij jong waren. Punt. Heel goed punt. Dat is eh, waar. Want dat is, dat is nu eens ja. een plek waar ze wel experimenteren met ja. allerlei smaken. Man. En zot er paprika zout, pikels. Paprika zout, pikels, dat wordt al zo die ene, zo, Dat zal ze van oh, wow, oh, wow. Oh, eh, en dan de grills, dat was al helemaal zo Dat we al scheef bekeken door je de denk Dat met is eh, zo <laughs> wie de hel zit. De geai, <laughs> <jogo Será> zo een borrelnootje van Calvé. Dat, euh, ja ja ja. dat was ook al zo eentje waar je van zegt. Maar, goh, wat ik, um, wat ik. Ik hou wel van. van ik hou altijd van, van die experimentele dingen. Zo, ik ben iemand dat altijd dat probeert. Ja, de picky chips en zo van die dingen. Ja, die vind ik dan weer niet zo lekker. Nee, ik ja, om, niet. Omdat, ik, omdat ik altijd zoiets heb van. Dat, zo dat is zo'n pickle chip die je wat meer pretentie heeft. Maar uiteindelijk is hij. Ja, dat vond ik ook gewoon. Pikkels inderdaad. dat is een pretentieuze ja. ja, pickle chip. Ja. Um, maar ik hou wel heel hard van, van die, uh, die lijn van Lazy, is dat zeker? Zo die dingen gelijk Thai-sweet chili. Oké. Okay. En je hebt er nu ook een, dat is een hele goede, waar dat de wasabi in zit. Heb je die al geproefd? Ja, maar ik vind dat, ook wel, uh, dat die ook wel naast pikkels heeft gelegen. Ja, maar die DNA toch nog iets extra. Ja. Is dat pikant? DNA nog iets, ja, die is pikanter. Ja, dan ga dus ik de, wel al verproefde de... wel. Maar die is niet pikant dat je hem niet kunt eten. Ja. Zo, want het is wel zo nogal redelijk... Uh, Pijn is geen smaak, Alex. Mm, dat is misschien wel. <laughs> ja, het... Dat is wel een schone zin. Dat man. is een hele schone zin. Voilà, Shit, daar kan ik... Ik wou, ik wou terugkomen met iets uh, snappy, maar ik heb niks. Mijn boek Pijn is geen smaak komt ook binnenkort uit. Dus ja. <laughs> Pijn ja, ja, ja. is geen smaak. Een pleidooi tegen de Oosterse keuken. Ja, de, ja, die, die, die invloed had ik nog niet gezien. Ja, zo, de, zo nog vreselijker. Och, oh, gezien, gezien de verkiezingen, dat gaat verkopen. Men. Man, allemaal buiten It, die pikante smaken. It's, it's just gonna work. It's just gonna work. Ja, wat, zijn, wat, zijn, wat zijn uw favoriete chips? Ik ben niet zo uh, ja, zijn niet zo'n ja, chips. En men hebben nu. Eigenlijk enorm lang over bezig op een, op een hoog niveau wel. Ja, het is een ja, hoog ja. niveau gesprek. Ik denk dat, dat ook het, het gesprek doet overleven ja. dat het zo hoog niveau is. Mm -hmm. um, ik vind daar weinig ambacht in. Ik, ik denk dat de, de, koeken, uh, de, de koekenfabrikage, en ik weet, er zal wel iemand in de voedingsindustrie werken die dat, dat ontkracht, mm -hmm. maar ik vind daar zit meer een, een culinaire ambacht in. Bij chips heb ik vooral zoiets. Er is iemand met een smaak sma, spoutbus, die die er zo op tende het verschil maakt. Mm. Ja, akkoord. De je een wel... goeie chip is lekker? Hè? Een kettle chip daarin tegen, dat vind je wel weer de niet. Wat? Cool. De kettle chips, Oei. dat is zo'n soort. Uh... Nee, het zijn Engels of een Amerikaans merk? Ik moet dat eens even zoeken. Dat waren de eerste die ermee afkwamen. En die konden zo kopen. Ik weet dat nog heel goed. Je hebt zo'n uh, kettle chips. Ja, dat zijn die. En die, uh, wat die hadden, die hadden zo'n soort. Uh, hoe zit het Handgesneden chip, ah, okay. die zo wat dikker is en die ook authentiek vrouwtje die een van, van, van aardappel. En dat is niet, niet zoiets gelijk een Pringle, waar je van weet dat dat ja. een hoop arti echt artificiële rommel is, maar dat is zo ene. En het, het coole daaraan was dat, dat in het begin, weet ik nog, de enige plek waar je die kon kopen, dat ik wist in Antwerpen, dat was um, aan de, het vroegere Crest Hotel. Dat is nu de... Hoe heet dat nou weer al? De... De Crown, Crown Plaza. Ja. Daar hadden ze zo'n uh, dingesonder, onder, zo'n soort uh, ja, nachtstation, ja. winkel. En daar verkochten ze die. En ik weet nog dat die. Dat, dat zijn zo dikkere chips. En die hebben ook zo. Ja, die smaken, dat proeft echt meer alsof dat iemand okay. daar werk in gestoken. Ah, ik heeft. Het, ik ja, ik ga het proberen. Nou, je moet dat eens checken. Dat, dat is best wel lekker. Die hebben ook nogal redelijk uiteenlopende zotte smaken. Ja. Maar, uh, Kettlechips, oké. Okay. Dat vond ik, dat vond ik uh, bij de betere chips eigenlijk. maar... Nou, wat, ik je, snap... wat je zei, Andries, van die ambacht zo, uh, uh, vind ik ook tof. en maar Misschien kun je dat bij chips ook doen. Is de denkoefeningen maken van stel dat je er een mocht ontwerpen. Stel dat je mocht aan de tafel gaan zitten en mocht beginnen designen. Wat, wat zou ervoor gaan? Wat je... En dan komt erop de, de feit... kom bij het gegeven dat dat, dat dat niet zo makkelijk is of zo. Dat dat niet zo evident is of ja, zo, dat je... Dat Helemaal ja? niet. Omdat je, omdat je vooral, ja, ze zijn nu al mee heel veel voor. Ja, hè? Ja. Maar ga jij nu een ideale koek hè, zou kunnen ontwerpen, wat zou dat zijn? Ja. Ik, zou, ik, ik kan alleen een paar pijlers waar ik rekening mee zou houden. Ik zou zorgen, chocola sowieso. Mm -hmm. hè? Liefst melk sowieso. Maar ik zou zorgen dat er ruimte is om de koek vast te houden in, bij warme dagen. Hè? Dat, dat je de, dat, ko koeken die rondom rond chocola zijn. Ah oh ja, die, die, ja. die smelt. Ja. Okay, dus dat is wow. iets dat ik zou doen. Jezus, man. Ten eerste. Hier is wel echt... Extra, ja, deze is echt een heel uh, waanzinnige... Ze hebben eens gewoon zo over iets serieus babbelen en dan gaat dat heel oppervlakkig maar dat afsteken gaat, dat tegenover... Dat god niet meer, dat gaat niet meer, man. Ze over de verkiezingen, met een paar lullige analyses. Uh, <totstuken> Ja, koeken zijn ook de oplossing voor de verkiezingen gewoon. Ja, dat Ver, wel... verdoven gewoon hè? De koekenpartij. De koekenpartij. Volgens, in de, de, de koekenstad, hè? zoals uh, ze Antwerpen noemen is, trouwens, ah, dat kijk, is heel vanaf, funny. Hè? De ja, de ik, we hebben dat ooit eens opgezocht. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Ik heb van? dat opgezocht en ja. dat was, uh, dat was uh, niet voldoende want dat ze uh, dat uh, ze en is al tegenstrijdig en ah, okay. dat, ge, dat komt niet verder dan dat je oh, door koek. Allee, dat je niet... in de ja. stad dat ze dat daar hadden. Ja. Ja, 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 ja. Uh, maar ik heb het opgezocht voor een andere aflevering. Okay, het is okay. niet de moeite om terug te googlen. Nee, nee, nee. En je weet hoe weinig moeite dat is om dat te googlen. Het is geen episch verhaal van de eerste koek die hier gebracht werd. Ach, we In weten de... het <laughs> allemaal nog. Het begin van de, koeken, de eerste koekrayon: Het hand van Brabo. <laughs> zo Brabo smeet het hand van... Uh, wie was dat nou weer? Antigon. Antigon, ja. Dat was de reuze. Antigone, wiens hand werd weggesmeten, waar ze de Antwerpse handjes van maken. Ah ja. En ja. waar, ja, waar komt jij eigenlijk, Lucas? Uh, Gent. Gent. En omstreken. Ja, ja. kijk eens aan. De vier Vlaamse steden. Wat? Ja, dat, wordt er toch ook, dat is ja. iemand die, uh, toen ik vroeger in de opera werkte, dat altijd zei. Ik ga terug naar de vier Vlaamse steden. De vier Vlaamse steden. Ja, die was echt helemaal uh, ja. in de. Die was zoals uh, heel veel Gentenaars vaak, um, veel chauvinistischer over Gent dan dat wij ooit over dat Antwerpen best zijn geweest uh, in ons leven. Volledig hè. akkoord. Mensen denken dat de Antwerpenaren de arrogantste zijn. Is, dus, ja, oh, nee, ik volledig. zeg niet. Ik, 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 ik wil het nog niet noodzakelijk ja. over arrogant hebben, maar zeker chauvinistisch. Ja, volledig. Ja. Niet normaal. Ik heb een van de beste, beste momenten Ooit gehad. Um, alle twee uh, gasten waar ik uh, mee bevriend zijn en dat ik tof vind, dus dat, dat is geen uh, wedstrijdje tussen de mm. twee. Maar wij hebben ooit uh, eens opgetreden. Ik zat toen, uh, ik heb ooit wat gastzanger geweest bij een surfband en die heette de Oharas. En dat is een Antwerpse uh, surfband. En wij speelden samen met um, uh, een uh, een groep uit Gent, uh, en de, de, de contrabassist daarvan, de Jens... Wacht, hoe heet die man? Die hebben dingen gedaan. Uh, die hebben Diablo Fest 2 gedaan. Fifty Foot Combo. 50 Foot combo. Amai, dat duurde even voordat ik ze gevonden had. Fifty Foot Combo, de, 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 de uh, contrabassist daarvan, uh, de Jens, die heeft een slagschip op zijn borst hm? getatoeëerd met daaronder Gent. Wauw! En die liep dus uh, <laughs> eh, met een, een soort hemd open, want die had net opgetreden, en die was kaart aan het zweten, en je had zijn hemd open, en je zag die tatoeage in het groot... En ik kijk, en de, de drummer van de O'Hara's, Bruno, die staat naast mij. En ik zie hem dan. En ik zeg: Wauw man, een tatoeage zo megent op je borst. Ik zeg: Dat zouden we nooit niet doen, hè? Ik kan me niemand van Antwerpen voorstellen dat dat zou doen. En de Bruno antwoordt gewoon: dat hij dat ook niet nodig, hè? <laughs> Zit al goed, genoeg. En, dan, en dan denk ik. Goh, ja. Qua arrogantie zijn we wel nog altijd oké. Okay, of zo, <laughs> als, als Antwerpenaar. Maar het is wel waar dat een Gentenaar redelijk chauvinistisch zeker, is. Zeker, dit? maar we verbergen het beter, denk ik. Ja, ik denk dat ook. We <laughs> zitten daar super in voor een of andere reden. Ja. ja, want zeker, als je ja. bepaalde kranten leest, of toch zeker de morgen, dan voelde je toch ook wel dat de Gentse aanwezigheid daar redelijk ah, groot is. Ah, is zo. Ik vind, dat wel. Ja. ik vind dat wel. Ik vind het wel gebeterd. Het is gebeterd, want ja. het is een periode echt heel erg geweest. Ja. Dat er zo elke, elke dag wel een uh, 'hoe vreselijk is Antwerpen' en 'hoe cool ja. is Gent' artikel ja. Ja, ja, ja. in stond, maar dat het een klein beetje genant begon te worden op den duur. Ja. Dat je denkt, ja, ik ben ook een fan van Gent, want ik mm. kom daar graag naartoe. Ik vind dat een heel toffe stad, maar come on, mannekes, zo. Calm down. Tuurlijk, we, tuurlijk, kunnen, ja. ook, we kunnen ook met elkaar omgaan ja. of zo. Zo weinig is het allemaal niet zo. Zeker weten. Maar ja, ja. de ideale koek, want je wordt je pijlers aan het ja, tegenhouden. Ik... We waren er nog niet. Hij mag niet smelten in je hand melk, Er en moet, nee, moet er ruimte in zijn. Je moet mijn woorden niet verdraaien, Alex. Ja, okay, ik zeg sorry. dat er ruimte moet zijn om hem vast te houden. <laughs> wat betekent dat dan? Dat je zo twee. flexjes moet hebben waar geen chocola rondzit, Zodat je die kunt vasthouden? Dat is dat het ding. Dat de gemiddelde duimbreedte. Is dat wat je mij aan het verkopen hè, ja, nu? Ja, misschien. Maar er moet iets zijn. Like, ik denk dat het een aantrekking van veel koeken is. Bijvoorbeeld de Oreo. Of de, of de, like, Oreo doppen in melk. De prinskoeken gaan we eerst open doen. De Leo, zoals ik daarnet zei. De beentjes apart doen. Mm -hmm. Als je zo'n manier kunt vinden hè, dat het op een bepaalde leuke manier afbreekbaar is. of afbijtbaar. Stel dat je een afbeelding hebt van een koek en dat je er iets, een bepaald stuk uit kunt eten, maar mm -hmm. omdat het een andere afbeelding wordt, bijvoorbeeld. Ik weet niet, ik ben aan het speculeren. Hè? <laughs> dat kan misschien iets catchy zijn, dat, kan, dat zou kunnen aanslaan. Dus dat je eigenlijk je mensen uitdaagt van op welke manier ga je dit hier Ga je, oh, ga je okay. hier aan beginnen. Dus ja. dat, je, dat je een cirkel hebt en dus meer stukjes je eraf breekt, hoe duidelijker dat het wordt dat daar een hagedis in zit. Bijvoorbeeld. Of dat je kunt kiezen op welke manier dat je het doet, enfin, dat is, het is nog heel theoretisch, Met jij... mensen zijn ermee bezig. Ik ja. denk inderdaad ja. wel dat het productontwikkelaars is. Ja, ah. ja, maar, ja, maar niet, zo, niet zo evident denk ik. Ik uh, denk dat grap begint van alles op elkaar te smijten. Want dan krijg je dan natuurlijk ook een beetje dat, dat, dat ding tussen, tussen, tussen ambacht en marketing. Hè? Ja. Hetgeen dat je zegt, zo wat, dat, wat dat vaak een klassieke koek heeft, is dat je echt iemand kunt inbeelden die je bij wijze van spreken aan het bakken is. Ja. En dat je echt letterlijk dat ding hebt, gelijk dat jij zegt terwijl chips. Hè, dat je zegt van je gooit wat smaken. Hè, de, uiteindelijk is dat altijd een gesneden patat. En dan komen we ja. er wat crap bovenop gooien om ja. dat dan smaakje te geven. Ik heb, ik heb mijn chips heel hard, ik moet dat altijd combineren met wijn. Chips en ja, wijn ja oh, of, of met iets? Oh, nee oh, niet helemaal niet maar ja, ik, ik, ja jullie lusten echt heel graag bij nee, maar ik like dat gezegd, zegt ja. met met, koekje met melk ik heb mijn chips ook dan moet toch iets drank bij of zo ja sorry. chips met cola ook nog niet helemaal goed ja hè? dat vind ik beter ja, dat is... ze, maar dat, dat is dat klein <laughs> kind in mij nog altijd ja. ik ben nooit ontwikkeld op dat vlak ik ben ook iemand uh, zo uh, is, heel... er, is er is comedian een nou eigenlijk? Uh, want ik heb hier in al veel gehad en ik ben er niet aan dat het niet is mm -hmm. Zijn er comedians die niet zijn blijven steken in hun jeugd? <laughs> dat, is echt, dat, dat klinkt walgelijk, maar dat was heel lief bedoeld. Ik uh, nu dat je het zegt oh. moet ik er even over oh. nadenken. Ja weinig hè. weinig denk ja, maar, ik. ik begin... Ze je hard veranderd als je... Uh, je, uh, je, uh, je, vriend, uh, je vrienden vrienden je vroeger had voordat je uh, hmm? bekend een comedian wordt, zijn dat mensen die nu zeggen oh, uh, we zijn blij dat we de stap gezet hebben, want anders hadden we gewoon mee in het sociaal leven mee gezeten. <laughs> dat weet ik niet maar. Ja, ik denk dat, dat het wel, dat, dat komt wel een soort van uit de frustratie of zo, sowieso, denk ik. Enfin, ik, weet niet bij, ik ga niet voor de andere mensen spreken, maar een mm -hmm. soort van. Ja, Ik kan dan eigenlijk moeilijk omschrijven, maar dat, dat komt wel uit, uit willen gehoord worden, willen aandacht willen. En dan mm -hmm. komt dat misschien omdat je dat niet genoeg. Niet, niet, niet van de ouders of zo, maar dat je wilt er bovenuit steken, wilt, wilt op een podium staan en tegen mensen spreken. Dat dat nooit voorkomt uit. Uit een, een jeugd waarin dat je een dun doet waard. Dat je een dun populaire. Ja. Nogmaals, ik ga niet voor iedereen spreken, maar ik denk dat je altijd een soort van bewijsdrang creëert. Doordat je vindt dat je het niet genoeg hebt kunnen bewijzen. Of zo. Maar is dat dan niet ja. raar? Want jij in comedy ook. Eh, mm. want je doet een show uit. Eh, dat mm -hmm. moet ook geplucht worden. Want je ja. ja. ja, gaat ook nog iets aan, dan zal alleen een ja. Ja. Maar, eh, <laughs> daar zie je En je ziet dat we bij veel mensen, veel comedians, het vertrekt allemaal van je wilt gehoord worden. Ook je ja. comedy is. Uh, ja, je speelt ook een beetje de underdog, zal ik zeggen. Ja. Maar eigenlijk moeten enorm veel ballen nemen om het aan te doen. Dat vind ik altijd raar. Bij jullie is dat ook. Je hebt ook een hebt waar je ook de nood aan gehoord te worden, maar eigenlijk... Mm -hmm. Is dat zo'n controversie? Iets tegenstrijdig ja, dat je nu ziet. Je hebt mensen die veel, veel zekerder in, zijn. Ja. zijn in hun jeugd, maar mm -hmm. nooit het lef zouden hebben om, of die zekerheid zouden vinden om op het podium te gaan staan. Ja. Ja, ik ik zou er ook niet meteen het antwoord op weten. Ik denk, dat... ik denk dat je het een klein beetje gezegd hebt. hoewel dat ik, eh, ik, zal, ik zal er zeker geen. Uh, hoe zeg je dat, Ik kon mij er niet uh, aan wagen om dat als een wetenschappelijke studie mm. te bekijken, maar dat zouden ze er misschien wel eens over kunnen doen. Maar het feit dat inderdaad het feit dat je populair wordt, dat je dat allemaal kreeg, dat je die aandacht kreeg, dat, dat vrouwen nu interessant vonden. Ja. Dat jij die gast kreeg. Een belangrijke die dat... laatste trouwens. Ja, ja, dat is een heel belangrijke. Want <laughs> daar zijn we ook allemaal. Ik ken ook heel weinig comedians die superpopulair waren bij vrouwen toen ze jonger ja. waren. En... en dan, dan word de comedian en dan blijkt het niet aan het podium te liggen, maar aan de gitaar die je moet hebben. blijkbaar. <laughs> dat is ook een frustratie van. Ah, kijk, okay, het is de band dat belangrijk was, niet het feit dat ik op een podium sta. Ja, dat is het dan ook nog. Want je, je merkt ook altijd, dat heb ik ook echt aan den lijve ondervonden, met in een band te zitten. Ja. Samen met de Andries, uh, uiteraard. Maar we hebben, we hebben 13, 14 jaar Diablo Boulevard gehad. Mm -hmm. Ik was verre van de populairste bij de vrouwen zo, ja? als zanger. Verre van. Tot ja, de een drummer, de bassist, Er ja, de, de ja, zo ja, dat, ja. dat, dat zijn altijd de gasten waar dat er meer naar gekeken wordt dan naar, want de zanger is degene die al de aandacht opeist. Hè. en iedereen denkt al oh ja uiteraard gaat gitaar allemaal naartoe. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. De mysterieuze gitarist op de ja, achtergrond. Ja, er is ook niet veel mysterieus aan mij. Dat is misschien ja. ook wel een klein <laughs> Maar die wil dan niet als als je want er wordt eigenlijk weinig over gezegd, maar in, is gewoon toch groepies. Dat, dat de kwaliteit van de groepies misschien niet, niet altijd ongelooflijk is, dan wil ik nog, uh, wil ik nog geloven, maar zelfs ge... dat krijgen we maar de tweede rangsversies van uh, die Danino rocksteren gaan. nee dat is wil... zeker waar. Kom aan, zeker van, waar. Van weet ik het en van, ik kan toch niet dat je, dat je nog nooit een, uh... ik, ik ga zeggen, wat op tv af en toe komt dat je dan wel voelt dat dat een verschil ja, maakt, dat maakt een verschil, maar puur zo de stand-up. Zo, ja, stand-up is alleen... Ja, wat ik natuurlijk nog een beetje heb, zeg je zo een soort, uh, een soort... Ik heb dat ook wel naar een niveau getrokken van grootheid. Natuurlijk, dat ja. dat ervoor niet en, had. Het sportpaleis is dat, hey, waardoor dat je Waardoor dat je zo bijna dat rockster ding krijgt als ja. comedian. En zo heb ik het eigenlijk ook altijd aangepakt, ja, van in het nou. begin. Zelfs al stond ik in een kei belachelijk klein café en begon ik ermee. Ik stond altijd op het po... Ik gebruikte een muziekintro. Ik heb hem altijd op met ja. veel te veel show. Eh, of dat nu klein, kot was of groot. Je hebt zo... Ik heb mijn eigen altijd een soort imago aangemeten. dat het tegenovergestelde was van de underdog. Ja, ja. Namelijk zo de onwaarschijnlijk arrogante. en je hebt het allemaal op een rijtje-achtige gast. om dan wel genadeloos mee uw eigen te gaan lachen. Ja. Want je moet dat wel doen, want anders. Ja. Eh, bedoel ik, vertrek ook altijd in mijn eigen kop van het. Een een, een, ...een loserige positie. Want dat dat heel is heel dankbaar. Dat is hetgeen dat je hebt, maar tegelijkertijd... Ja. ...ik heb wel geweigerd om... om dan, de, ...wat voor mij veel beter werkt... ...is vertrekken vanuit een... ...bijna arrogante zelfverhouding. Hoogheidswaan Ja, uh, ja, ja. zo'n soort gro grootheidswaan. Ja. Omdat ik heel hard merkte... ...wat, wat dat bij mij begonnen was, was... ...als ik was beginnen optreden buiten Antwerpen... Hè. ...dat was ook een, een eye-opener voor mij... ...hoe onpopulair Antwerpen is... ...buiten Antwerpen... Ja. Ja. En in het begin, ik merkte dat met veel comedians, zowel ik als Thomas Smit als Nigel, we hadden allemaal zo'n klein beetje de neiging om ons eigen te verontschuldigen voor het feit dat we van Antwerpen ja. komen. Ik was daar heel rap beun en besloot ik van het tegenovergestelde te gaan doen. Van echt te zeggen, hé boeren, hé, zo, ik kom eens kijken naar hoe dat, het, ja. hè, hoe maar dat, ik dat op, het de, op, reactie, op hè? de parking is. Ja. Hè, zo dat soort dingen. Ik herinner me ook nog eens dat, ik herinner me een is dat lang geleden, maar dat is een van de eerste shows dat jij naar mij zou komen zien in het Cursaal in Oostende. En dan zei gaan nog zo: Oh man jongen, hoe funny is dat? Dan zit je zo dat podium op maar altijd zegt hij: Boeren of zo daar. Ik zeg: Kon kan dat doen? En die is zo: Och. En ik kwam dat podium op en ik riep zo: Boeren! En al dat volk. <laughs> Ja, dat is dat, wel, was, maar dat was niet een van de eerste shows. Hè. Nee, daar dat was, was, was ik al lang ja, bezig. Ja. Maar dat was wel, denk ik, een van de eerste keren dat ga je mij in het kursaal ziet komen. Dat kan zien. zijn, ja. Het kan en, zijn. Dat en dat je toen zeggen: maar hoe funny zou dat zijn? En ik had zoiets, ja, eigenlijk, weet je wat, begon dat die testen. We ja. begonnen eens zien wat dat geeft. Toen heb ik ook wel geleerd dat je met volk veel kunt aanvangen. Ja, ik ja, je zo een reactie waar je ja, sowieso mee kunt werken. Je ja, smijt een stok in de hoogte. Is dat iets dat je wel gezien toen? Want ik heb een show gezien. Aanraaier, absoluut, de comedy shows tot op YouTube, ja, integraal. Het is, het, is, het is een special, het is drie kwartier eigenlijk, uh, en het is vooral, vooral one-liners, het is echt moppen, het zit is, het is, mm -hmm. uh, niet zoveel observationele. Want dat is niet de volledige show, of dat uh, nee, is een deel heb, dat heb, je gekozen hebt? Ja, ik heb, ja. Ik, heb gekozen om eigenlijk, uh, ik heb het gekozen om het zo strak mogelijk te houden, en ik ben daarop uh, gekomen. Ik heb eigenlijk, ik wou, ik wou dat er eigenlijk geen, geen ruis in zat, dat allemaal... Uh, ik ben er, ik ben, er wel heel, ben er heel trots op. Uh, mm -hmm. dus mensen die het willen zien, dus ik doe mijn best, heet het mm -hmm. en het is op, uh, op YouTube zijn, het zijn eigenlijk drie, drie kwartier aan mopjes eigenlijk. Ja. En ik, 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 dus al, ik heb al veel discussie gehad met mensen, niet met u, me, maar zo over de term moppen, ja. uh, dat daar, dat daar soms neerbuigend over wordt gedaan ja, ja, dus zo, dat op, op die bewoording. Hè. Mm -hmm. En ik vind juist dat dat iets heel moois is, ik vind dat juist dat je bijna de, de, de connotatie van de nonkel aan de tap en zo, dat, dat bijna is, is dat je moet trots op zijn. Ja. Dat dat, dat, dus ik noem het wel degelijk moppen. En uh, ja, de, de special is een uh, drie kwartier daarvan, Ik ben er eigenlijk. Heel, heel blij mee, dat maar... zou misschien nog wel eens een titel kunnen zijn voor een van uw volgende shows. Dat je dat doet, dat je echt het woord moppen erin er moppen, ja. in verwerkt. Ja, zoals ja. je... like een like Jimmy Carr die zegt, uh, I'm Jimmy Carr and here are my jokes. ja. En dan ja, heb, ja, ja, ja. ja. Wat zijn, dat, zijn dat de mensen die je het hart hebben geïnspireerd, dat soort mensen? Mensen als Jimmy Carr of mensen als... Want je zei er straks ook, dat vond ik ook interessant, dat je zei... Ja, ik zeg, uh, ik zeg comedy en ik dacht, oh, je kunt ook grappig zijn in het Nederlands. Ah, ja. Wat dat eigenlijk al nieuwe... wil zeggen dat jij bent opgegroeid met nog heel veel Engelstalige dingen te kijken. Uh, ja, uh, maar ja, het is vooral het gegeven stand-up in Vlaanderen dat dat, dat dat nog iets relatief nieuw was. Dat mm het -hmm. volledig nieuw was toen. Hè. Dus, ja, ja, absoluut. Dus de eerste keer dat je mee geconfronteerd wordt met iemand die op een podium staat... en in taal u aan u, u, u lachen mm. is dat van ah, dat bestaat en dus, eigenlijk wil dat niet echt zeggen dat ik daarvoor heel naar Engelse stand-up keek maar ik kent alleen ay, maar toch is het een ontdekking toch beseft van ja. ah, dat wat dat kan en dat is dat is iets hij kunt dat doen en dan ja. vertrekt, vertrekt, ay, vertrekt hij een trein ja dus Vandaar is dat eigenlijk wel uh, ja, vertrokken. Dan. Ja, ja. maar wie, wie zijn uw grootste inspiraties toen jij begon? Waar, waar ging jij het zoeken? Want, ik ben, de, de, de jaren voordat ik zei hier moet ik aan beginnen, was het vooral eigenlijk uh, uh, via YouTube de, 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 de Amerikanen. Eigenlijk mm -hmm. wel, Bill Burr, Louis CK. Ja. Uh, en in de. De grote twee. Ja, nee. eigenlijk, eigenlijk ja. Uh, voor, vooral die. Uh, en um, ik mocht zijn collega staerme communie van mij en ook, ook uh, um, die ook bij Ideal Wereld werkt Sander VDV. Ja, um, dat kun je niet wat hem om hem gespeeld hebben. Je... Nee, 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 ik ken hem wel. Ja. Ik heb hem al wel een paar keer ontmoet, ja. maar we, uh, ik weet dat Urbanus een fan is. Ja, Urbanus ja. vindt hij Tegen, dat is Heel donker, maar, maar, maar heel goed. En, en, en ja. we hebben heel veel samen ge, gespeeld en, en hebben op mijn voorprogramma en we werken veel samen. En dat is iemand die mij ook komisch altijd heel goed zo wat, beetje begeleid heeft, zo, die altijd ja. zo. Uh, uh, um, dat ik veel bij hem kon aftoetsen. En dus, dus, dus hij heeft ook heel veel invloed gehad op, op mijn materiaal en mijn, en mijn stijl. Dus dat, dat zou het zo'n zo beetje zijn eigenlijk. Ja. Uh, en, en, en ja, het is. Like, dat, dat ik, ook zo, ik vind het leuk om het een special te noemen. Mm -hmm. uh, dus die, die zin zit die Amerikaanse invloed er wel in. zo u, ja. de, de comedy special, u, mijn, mijn uur. Ja. Dat ik aan jullie wil tonen nu. Mm -hmm. dus ik heb ook al heel veel discussie gehad met, met andere comedians over hoe lang moet een comedy show zijn. Ik weet dat, 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 dat Xander en jij en anderen. Ja, wij dat spelen de... lang, maar bij ja. mij heeft dat niet te maken met dat ik vind dat dat zo lang moet zijn. Mm -hmm. Bij mij heeft dat meer te maken, ik denk bij de Xander ook, dat dat altijd zo lang eindigt. Ja, het komt, dat komt dat, dat uit, wij ja, mensen zijn ja. die zoveel uitleg doen, hm. dat je op den duur denkt: godverdomme, hè, zo, want ik, ik was weer al, weer al vastberaden om deze show. Uh, op anderhalf uur te laten ja, afklokken. Is... Max en hij zit weer om twee uur. Ja. Dus dat, is, dat is vreselijk. Ik ja. kan dat niet. En de Xander kan dat ook nee. niet. Maar ik, vind, ik, ik ben heel hard een fan van de comedy special. Dus ik hou ja. heel veel van... Ook de Filip Geubels was een van de mensen dat dat deed. Hij zei een urke en ik pak een voorprogramma ja, mee dat een half uur gedaan. speelt en boom. En je ook een avondvullende. Ja. Want dat was een ge... Wij zijn opgezadeld met heel dat Nederlands cabaret theaterideeën. Hmm. Een avondvullende voorstelling. Hmm. Het moet minstens vijf kwartier duren. Hmm. Ja. En dan kregen we vaak, wat ik toch vind, met heel veel van die Nederlandse acts, eh, um, hier kon ik mijn eigen misschien ook niet populair bij maken, maar hey who cares. Uh, er zit enorm veel opvulsel in. Dat ik denk, oh really, gaan we nog eens een liedje zingen? Ja, gaan we nog eens Gaan we nog eens zo'n... Uh, uh, en vooral zo de, de, de eindboodschap die hm. moet betekenen dat het een voorstelling met een kop en een hm. staart is en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, dat is iets heel Nederlands. Ja, ja. En omdat de pers daar heel hard mee mee was, omdat ze niks beter wisten, want laten we eerlijk zijn, stand-up is iets redelijk nieuw ja. hier. Ook het idee van stand-up in Nederland, want die maken daar een heel groot onderscheid tussen... Hè. Als je de grote theater zien moet, dan moet je een, een een avondvullende cabaretvoorstelling ja, een maken Een stil momentje in, En een een, dit en dat. en ja. Terwijl stand-up is toch maar. Terwijl je dan de helft van die gasten. Ik bedoel, sorry dat ik het zeg, maar Theo Maassen maakt een stand-up show, hè? Ja, ja, ja. Die ja, komt ja, op het podium en die, ja. gaat, die vertelt, die vertelt zo'n ervaring. Maar dat zijn jokes, hè, man. Ja, dat is tuurlijk. niet... Je staat daar niet... Het, het enige dat je dan doet, is van tijd tot tijd zo'n stoel pakken waar het hem dan ja. even op gaat zitten. En zo'n zo licht. En dan stond er zo'n ijskast op het podium. Ja. Of er staat een tafel. Of ja. zoiets waar het hem even naartoe moet wandelen om ja. duidelijk te maken dat het cabaret is. Maar ja, ik heb, ik heb nooit... Um, zo werd gehouden van die stijl. Nee. Dus ik vind dat ook heel leuk dat er heel veel uh, jongere comedians gewoon zeggen: van screw it, wij doen, wij doen hier gewoon wij doen een special. Gelijk dat de Amerikanen ja. doen, wij doen een uur. Je kunt erin ook een onderscheid maken tussen je zaalshow en je special, hè, zoals ik ook gedaan heb. Dat gezegd hmm. van: kijk, een zaalshow is iets, voor mij iets anders dan, mijn, dan wat ik uiteindelijk wil dat er overblijft. Ja. En ik zeg: kijk dus ik ga, door die, ik, ik ga door dat materiaal gaan en ik ga daar zo proberen een diamantje van te maken en dat dan on online te zetten. Dat is ja. heel arrogant om te zeggen, dat bedoel ik niet, maar iets geconcentreerd van te maken waar je heel trots op bent, waar al je onzekerheden uit zijn, en hop, bam, hier is Dat is wel heel cool, want er ja. zijn niet zo heel veel mensen die dat, dat doen. De meesten zetten het er integraal ja, op. Ja, ja. En ja. misschien ja. is het ook waard voor die mensen om het er volledig op ik te zetten. Als ik je, om te kijken waar naar u, je hebt uh, de comedian, en dan heb je een, ja, ik zal tv-maker noemen mm -hmm. in u, wat doet het liefste oh. oh is... Want ik, ik, er is wel, uh, ik vind er wel een, dat is wat ik vind hè. Mm. ik bedoel, ik zin, wat ik denk bijvoorbeeld, als ik uw, uw Comedy Special mm. greatest hits, best of 45 minuten zeg, mm. dat is een andere persoon, vind ik, dan uh, degene die in de standaard koekhandel of in de ideale wereld zit, mm. die heeft veel meer swag, en een ander is uh, stommel, zo meer de ja. underdog, is dat een keuze, of is dat gewoon niet dat natuurlijk is dat, dat gewoon... Dat komt omdat die, dat is mijn eerste show die ik nog altijd speel, die ik speel en nu speel ik die niet meer, maar die ik toen speelde en gecapteerd heb, een jaar geleden ondertussen. Mm -hmm. En die ontstaat vanuit het materiaal dat je maakt als je de eerste keer dat podium opkomt. Ja, en dat was gewoon, ik was gewoon heel nerveus en, en ik koos wel best voor die onderdakrol, maar die was terecht, die klopt, dat klopte wel. Mm -hmm. Dus dan, daaruit komt dat materiaal dan, maar dat materiaal heeft enorm die feel en, en dat hoort enorm bij zo de underdog. zijn. En dat kun je niet als je als mens ontwikkelt, of ontwikkelt als, als maker of als comedian. Kun je niet zomaar, ah, ik ga dat materiaal, dat materiaal nu even komen zeggen nee, in je gezicht. Ja, 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 ja. Je moet daar trouw aan blijven aan die stijl die je die eerste jaren hebt. Daarom dat, dat eigenlijk nog een overblijfsel. is. Maar ik ben sindsdien ook op podium met het nieuwe materiaal dat ik nu doe en de optredens die ik nu doe, ben ik veel losser, ben ik veel, uh, meer op mijn gemak, ga ik minder uit van die rol. Uh, maar voor dit ma dat materiaal moest ik, uh, nee. dat was toen ook mijn probleem, en zeker naar het einde toe van die show, dat ik mij al meer op mijn gemak voelde, dat ik daar beter stond, vond ik. Dat is dat soms, als mensen bijvoorbeeld lastig doen in het publiek, hè, of je krijgt ja, hecklers, ja. als je dan uit mijn, uit mijn rol van, gast ga ik eens zwijgen, ja, ja. dat dan heel moeilijk is om terug ja. <laughs> naar de onderdok ja. te gaan van, oh man, ik kan echt niet goed met een auto rijden. Dus in die zin ben ik ook een beetje blij dat ik... Dat dat online staat, dat, dat ik er vanaf ben, dat ik, terug, dat, dat, ik mee, dat ik dichter bij mezelf kan aanleunen nu. Ja. Uh, met wie dat ik nu ben, in plaats van wie dat ik, uh, dat ik toen was. Yeah. En dat is, merkte dat ook in uw materialen, dat andere dingen worden je over praat nu? Het uh, well, is uh, dus wel de stijl, de manier waarop dat ja. verandert. Hè? Ja. Meer, meer op, ik ben meer op mijn gemak, ik durf meer, uh, meer intonatie gebruiken, ik durf meer bewegen. Maar het enige dat er uit mij komt van materiaal blijft eten, vetten <laughs> en koken en wat dan ook. <laughs> dat was echt niet de bedoeling. En ik hoop en ik denk dat, er wel nog, dat ik wel nog uitstappen ga nemen. Maar uh, ik merk nu bij, bij de eerste nieuwe, het eerste nieuwe materiaal dat ik doe en al, dat dat, 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 dat toch altijd weer is van. Uh, Want ja. hoeveel is er nu ongeveer? Van de uh, nu uh, 2025 en ik ga nu uh, in de feesten feest een try-out doen. En het is niet, er staat nog geen datum voor een première. Nee. het uh, op mijn gemak, omdat ik, ook enorm tijd. Ik zou niet kunnen kiezen. Ik hou enorm van de Ideale Wereld uh, ook. Ja. Om dat te doen. Dus ik, uh, ik, ik combineer ze nu. En in, in ruil daarvoor moet ik wel uh, tijd nemen. Moet, ja. ik, moet het wat trager gaan? Kan ik niet de, om de twee jaar nieuwe show volhouden? Die keuze heb ik moeten maken. Ja. Maar ik hou van allebei enorm. Dus ik moet. Um, dus het is zeker de intentie om, om verder te gaan. Ja. En, uh, en, maar, maar ik moet daar mijn tijd voor nemen. Je had al een titel. Ik dacht aan iets, maar ja, ik weet het niet zeker. Maar ik misschien eens, ik, ik, ja, hoe, hoe, hoe bedoelt u? Hoe bedoelt u? Hoe bedoelt u? Dat is uh, de naam. <laughs> die Ik vind dat past in het rijtje. Ik doe mijn best. Hoe vind bedoelt je, u? Vind je wel goed. Uh, ja, absoluut. Dat is een mega cool. Dat past eigenlijk ook wel bij u. Ah, wel. <laughs> dat zie ik, uh, ik u ook wel doen. Uh, je hebt, uh, je hebt je, je tv gestudeerd ook eigenlijk. Ja, je je ik had dat toen blijkbaar. Ja, dat het, en, en, uh, ja. van waar had jij, jij direct het gevoel van ik wil ook echt dingen voor tv gaan um, doen? Ja, het was eigenlijk door eliminatie van de rest, ik keek er naar televisie, dat was het eigenlijk. En uh -huh. um, ja, dan besefte ik dat ik kon, via een trits. Um, en dan eigenlijk, ja... Ik, zei, ik, ben, ik werk nu voor televisie, maar dat is alleen maar via stand-up gebeurd. Dat is nooit, uh -huh. nooit vanaf, vanaf een diploma vertrokken of zo Dat is altijd via stand-up gebeurd. Dus, dus het is toevallig dat ik er wel beland ben, maar dat heeft er niet veel mee te maken eigenlijk. Uh -huh. En uh, ja, ja, het was eigenlijk dat gewoon. Ik, ik, ik keek heel graag naar televisie. Ik wist altijd dat het komisch zou zijn, wat ik ging doen. En uh, ja, ik uh, heb die studie gedaan, dat is, dat, is, dat is goed gegaan. Maar als je dan buiten komt, moet je niet denken dat je, ik heb hier een papiertje, kom, geef de. Ja, 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 <laughs> Wanneer ja. word ik uitgezonden, mijn programma? Zo werkt ik dat nooit. Nee. Hè? Hetzelfde wil nee. ik dat je Studio Herman Tijlink of zoiets ja. gaat doen. Je, je, je hebt altijd het gevoel dat je in die kleine bubbel leeft van, oh ja, het komt wel allemaal goed en ja. dan komt de buiten en dan net de door van, eh ja, er zit echt niemand op nee. je te wachten. <laughs> je moet echt beseffen wat hij krijgt in die richting is, hij krijgt vooral tijd ja. om ermee bezig te zijn. Hij krijgt vier of drie jaar, wat dat ook is, hij krijgt de tijd. Om aan mm je -hmm. passie bezig te zijn, terwijl je ouders niet kwaad zijn op je. Omdat dat je ja. kwaad dat is, dat is wat die richtingen u bieden. Wil je ermee bezig zijn vier jaar? En eigenlijk is dat gewoon een kans die je krijgt om hopelijk goed te worden in iets. En dan te kunnen tonen aan mensen die er geld mee verdienen. Kijk, ik kan iets, maar het papiertje het diploma is nutteloos. Echt niks. ik komt met niks buiten. Als je niet buiten komt met een project of een idee of het bewijs dat je het kunt, kun je het evengoed niet doen. Maar je kon wel vier jaar in de zetel liggen, tv oh. kijken en zeggen, ik ben aan het studeren. Maar dat maar wel, dat wel. Zie? En ze heeft alles, alles, elk nadeel heeft zijn voordeel. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar uh, als je nu zelf, uh, want je, je bent nu aan het werken in de ideale wereld, je bent aan het optreden als comedian. Als je voor tv iets zou willen doen, dat je zegt, dit is echt iets dat ik zelf zou willen maken of zelf zou willen doen. Heb jij een idee? Is er iets dat je denkt van dit wil ik wel doen? Ja, heel veel ideeën. Oké. Okay. Uh, ja, het is uh, wat dat, ik, ik qua programma's die nu bezig zijn, is Ideale wereld echt de, het liefst dat ik voor zou werken en werk. Dus, mm -hmm. dus ik kan mij nu niet zeggen ik zou liever daar of liever daar. Dat is zeker niet. Het enige wat je wel hebt na een verloop van tijd is dat je zo het, het, dat het een beetje jammer wordt dat je altijd aan de actualiteit vastzit. Dat dat, ja. heeft, dat het leuk zou zijn om dan een keer los te laten. Hè? Dus in die zin, ik, ben een, ik hou van, van sketchjes. Ik vind sketchjes heel, een heel aangenaam medium. Ik heb ook op YouTube al zo wat, wat, wat gedaan. En ik... Um, dus dat is een richting dat ik heel graag zou meer in doen. Maar ik kan mij daarin ook uitleven bij Ideale Wereld, wat ook uh, mm -hmm. sketchjes zijn. Maar uh, om daar een keer het, 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 het actuele los te laten, dat lijkt mij heel leuk. Ja. Maar kijk, dat is het leuke aan, aan, aan YouTube. Dus ik, ik kan het doen, hè. Ik kan, ik kan ja. het morgen om het te doen, en dan zet ik het online, en dan kunnen mensen het zien. Ja. Dus... Uh, Daarom vind ik het leuk om ook dingen voor, YouTube, ay, voor, YouTube, voor het productiebedrijf YouTube te doen, die me nee, aangenomen ja, ja. hebben. Daarom vind ik dat ook... En ik heb ook... juist gisteren... ik moet de tas zien. Laat de tas zien. Uh, wat had die? Oh, ja, ja. een ja. keer. En ik heb de YouTube-tas gekocht. Fantastisch. Het, 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 was, het was gisteren de, de micro-comic-con uh, in de ja, Joker. Ja, 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 ja. En ik was natuurlijk veel te laat, dus ik had ook door dat De, raven, de Gieren al geweest was. En Jensen Donker verkocht die. En, uh, ja. Ik had van de Jens een youtube tas gekocht, of hè. Uh. Ja, de Jens heeft dadelijk geen YouTube niet meer nodig, natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. je Jens. De Jens, uh, Jens, Jens zit op de TV. Die neemt echt een medium nog mee. Dat is, uh, wat een held cool. is die Jens. Jens, ja. Man, zeker. Ook Jens. een heel goede aflevering van de koekhandel met Jens, trouwens. Ja, dus, heel dat is een hele coole aflevering. Ja. Ja. Moet je moet hem ja. gewoon aanzetten en die vertrekt. en je weet oké, okay, het is een orde. Die is ook heel cool. Op, dat is ook een van die mensen die waar je heel hard merkt. Dat heb jij ook wel, eigenlijk. Want zeker dat je dat zo ziet op de ideale wereld, en met je sketchen en, en ook de je hebt bepaalde comedians, ik bezien mijzelf altijd heel hard als een live comedian. Hm. Ik ben niemand die dat je moet komen kijken hm. in de zaal of voordat je, als ik op tv wordt uitgezonden, dan is dan een avondvullende show ja, van mij, uh, daar wordt het gezonden. En dat is hoe mensen mij ook echt kennen. Hm. Um, terwijl, je hebt ook mensen die echt tv comieken zijn en ik bedoel dat echt op een heel goede manier die, die pakken en de Jens had daar onmiddellijk, ja. vind ik dat zo iemand ga je dat... De Geubel zet dat die alert. Zo van die mensen waar je van je ziet die en je weet, ja, dat zijn degenen die die, waar daar die programma's voor kunnen gemokt worden. Waar hmm. je echt van zegt die je kan dat dragen okay. of die je kan dat doen, of die een soort ding dat pakt op tv. Ja. En ah, bij goed, mij, he? ik ben gewoon meer zo. Waar is een kickhofer? mij in een talkshow en ik zin dat los kanon dat er wel voor zorgt dat het ja. allemaal leuk wordt, maar een programma om mij ophangen, dat zou nee? ik precies niet doen. Ik weet het niet. En live, mij ja. moeten live komen ja. zien en zeggen: Oh ja, dat is dat, dat is die is een. Ja, ja zeker, zeker. Terwijl dat ja, ik vind, vind dat wel altijd heel knap, zo mensen die zo, zo voor een of andere manier toch dat medium echt onder de knieën hebben. Ja, dit, dit is hij um, Ik kom natuurlijk ook in, 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 een, in een programma dat al, al, al bestond. Hè? Mm -hmm. er zijn heel veel mensen die, die, dat, die dat heel goed kunnen, die daar bij elkaar zitten. Dus het is echt. Dat, dat, dat helpt je natuurlijk, hè? dat je in een groep komt van, van mensen die daar al... Je moet ook goed kunnen die, die, die... samenwerken met andere mensen, ja. denk ik. Dat is ook het leuke, aan, dat het leuke contrast tussen stand-up en, en tv. Stand-up, het, het heerlijke van iets zelf bedenken. Niet, er is niks tussen. Er is niks nee. tussen u en wat dat publiek kan horen. Dat is een enorme vrijheid. Bij de televisie is met een, zijn we met een heel team aan het werken. En is het constant af... Uh, is dit goed, is dat goed? Mm. Uh, samen wij, al duizenden meningen. Ja. Dus daarom dat ik de combinatie ook fantastisch vind, dat je daar dat je op een duur dat je, dat je kunt zeggen van fuck it, ik ga nu gewoon mijn eigen ding doen ja. op dat ding. Maar bij televisie moet je natuurlijk. Ja. Dat leer ik enorm mm. veel. Het, hè. Als je moet samenwerken met andere dat mensen en ja. dat soort dingen. Ik vind dat ook wel cool. Ofzo. Ik heb daar nog niet veel gedaan. Heb mm. je moet... nooit een, een tv-programma? Dat, dat zou niet verdienen. <tosses> Gah, ja. ja, ik. ik... Weet je wat dat, dat ook is? Ik, ik denk dat een echte tv-maker, iemand dat, wat je bijvoorbeeld ook merkt op de Filip of je merkt dat onder on, on de Jens ofzo, die hebben ook echt ideeën voor tv-programma's. Ja. Die kunnen ook echt zeggen, ja, ik ben opgegroeid met tak. ik vond dat altijd heel cool, ik wil dat doen. Hè. Zeker die gasten gelijk de Jelle de beulen, ja, ja, hè, ja, ja. Een fenomenale TV-maatregel. Uh, zo die gasten, hè, dingen zeet dat ook altijd, het gaat de neveneffecten, hadden dat eigenlijk al in hun shows. Je zag al jaar toen met Je Zinloos Geweldig ja, vroeger. Dat was eigenlijk een aflevering van Monty Python op het podium. Mm. Hè? Ja. Je wist overduidelijk waar hun invloeden vandaan kwamen, maar het was wel keihou gedaan. Mm. En je gaat toen al door dat die gasten die dachten al in scènes en in beelden. En die, die hebben dan de neveneffecten gedaan, hun tv-programma, en, en al die dingen dat die erna gedaan hebben. gevoelde voelde heel hard dat dat was waar dat die naartoe gingen gaan. Terwijl, als je om mij zou vragen, heb jij een idee voor een tv-programma? Dat is echt 0,0. Dan kom ik met niks voor de dag. Ja, maar, langs de andere kant, wat is tv? Hè? Dat is ook een vraag die je kunt stellen. Wat is een tv-programma? Ik bedoel, dit wordt hier gefilmd nu, terwijl mm -hmm. we, ze, hey, mensen kijken ernaar. Mm. Wat, wat is het verschil? Want dat is, ik, waar. Ik, ik, en dat is zeker, waar. Zeker de komende jaren en de komende decennia en, en, en de evolutie die het aan het maken is. Van, well, is het tv-programma is, is al lang niet meer gelinkt aan, het, aan de tv-doos, aan de, aan de tv, aan de fysieke televisie. Dus wat is het dan nog? Hè? En, en, en als jij zegt, we zijn hier aan het praten en ik ga met mensen praten, en je kunt er naar kijken, je kunt de mensen zien praten, je kunt de mensen zien discussiëren. Ik vraag me ook af, uh, oh. of, of dat, wat is een goed tv-programma? Is dat omdat het, de, de, het uitgeschreven format origineel is, of is dat maar een hulpmiddel om te zorgen dat je gewoon een hele toffe vibe creëert, mm. omwille van dat ding. Mm. Hey, je je, 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 je hebt zo van die type, dat, soms is je zo een programma dat gezegd. amai, dat is origineel gevonden, maar je voelt dat dat minder en minder is omdat alles al is gedaan is. Mm. Ja. Als ik ik nog iets zie, als het goed is, is het goed Jazeker, tuurlijk. Ik ja. hey, bedoel, ideale wereld, waarom is dat goed? Is dat, dat is niet omdat dat iets is dat je nog, die vorm nog nooit gezien hebt. Oh, nee. <laughs> Ik de reden waarom we deze doen. Dat is eigenlijk wel cool. Want dat was ook weer. Uh, allee, ja, ik, uh, ik kan ook altijd niet genoeg krediet geven aan u, Andries. Want gij, dat is vooral u en mijn vrouw. Is een funny vooral, want het is wel waar. Zo, we moeten niet doen om die uit de zetel te krijgen. Ah, Oké, okay, dat was het idee voor de podcast. Ja, nee, dat is echt letterlijk. En hij, had, hij was heel erg bezig met podcasts. Mm. En ik had dat al wel eens gezien van Joe Rogan en zo. De gastje dat wel, denk ik, een, een voorbeeld is voor deze podcast, mm -hmm. toch zeker. Maar. Maar gewoon heel dat heel idee van... Wat ik altijd heel hard van gehouden heb... En ik werd daar eigenlijk nooit voor gevraagd. En ik vond het altijd jammer... Dat zijn zo van die dingen, gelijk... Um, uh, hoe heet dat nou weer al? Zomergasten? Oh, ja. uh, dingen als uh, Alleen Elvis blijft bestaan. Zo van die long-form interviews. Ja. En ik vind dat altijd... Ik kom veel beter tot mijn recht als ik tijd heb ja. om iets te kunnen vertellen. En ik vind dat ook veel van iedereen eigenlijk een beetje waar. Dat is daarom dat ik van talkshows altijd zenuwachtig werd. Ik heb er ook kei veel gedaan in mijn leven, dus ik weet ook hoe dat dat is. Zo, je zit echt soundbytes aan het verkopen van 2,5 ja. seconden. Je moet dat er allemaal maar proberen tussen te krijgen. En de rest van de tijd zit ik er eigenlijk om de boel op te leuken. Ja. Eh, omdat ze weten van als we weer een oninteressant gesprek hebben, dan dat zal hij er wel iets. weer iets tussen gooien waardoor dat we moeten lachen. En dat is wat je krijgt. En nu krijg je dit. En ineens merk ik ook van. Ah ja, Zo, dat, dat, dat doe ik graag. Ik vind hm. dat heel tof om te doen. Ja. En nu doe ik ineens niet meer die nood... Om in die programma's te zitten, ja. want jij dat je gewoon zelf. Ja. En het, van... het publiek maakt een enorme keuze voor u ook. Hè? Mm -hmm. De link publiek en maker is op internet heel, dat is een heel andere dynamiek dan, dan bij tv. Ik, ik merk dat nu bijvoorbeeld ook bij standaard koekhandel, bij die, bij die filmpjes. Ik word daar heel veel op aangesproken. In Gent word ik daar meer op aangesproken dan op, op ideale wereld. Mm -hmm omdat ik denk dat, mensen, dat de drempel laag is, dat mensen zeggen: Ik kies voor u hier. ja, je moet het niet delen. Hè. Er is niemand toevallig ja. die na 10 minuten onder is, u ontzien het is. is hè? Het is dat. Dus, de, ja. de, dus in die zin denk je dat, dat het iets heel bijzonders is: de, uh, dat het, dat er nu gebeurt. Dat de mensen zelf dingen maken tijden. en online stellen. spannende spreken. tijden. Ja? Hmm. Ik vind ook die. Uh, die directe beloning en die, dat direct contact. Dat is wat ik al gezegd, maar dat is Ik ligt het een Henk Gregors en zijn koterij. Ja. Maar wat echt zot. Waar zitten hier lang aan? Ik zit, ik zit soms, maar dat is niks in vergelijking is... met, een, met een kerel die net ja. die, die weer een vlieg gemokt een, rob, een robotvlieg. Ja, ja 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 Ik zit daarnaar te kijken, ik, want ik ben heel veel bezig met zo hoe, hoe, hoe kunnen hoe kunnen filmpjes maken, hoe kunnen we dat haalbaar maken, hoe, hoe kan dat werken? En ik zit soms te kijken en shots te tellen. Hè of dat je knipt per aflevering. Is insane. Maar weet je waarom je dat doet? 100%. Dat is naar 100% zeker. Want dat is exact dezelfde reden. Waarom jij de standaard koekhandel doet. En waarom wij dit doen. Verslaafd? Nee. Nee. Je gaat misschien om de koek. Maar liefde. Gewoon, je dat. Ik bij mij zeg letterlijk. Oh ja, je zit dat online. Je voelt dat. Zelfs dat kennen die niet allemaal. Dus een community zegt: yes. Je doet iets tof. En je krijgt ook enorm veel liefde terug van het internet. Mensen zeggen altijd: ja, het is veel hout. Ja, veel haat. Van die. Die dingen die misschien ook van de tv komen. Een like Henkhorm kreeg je. Dat is gewoon tof. Ja. Een gast die na drie dagen van de week investeert. om een aantal duizenden mensen acht minuten ja. een goede tijd te geven. Dus het mm -hmm. hoeveel keer altijd een kabel pakt. Hè? Hij pakt een kabel hè? en dan mm -hmm. zit in drie shots dat hij die kabel pakt. Ja. Drie, drie, hij knipt drie keer naar een andere camera. Ik denk maar hoe pakt gewoon die kabel? Ja. Dat, maar dat, dat ziet er prachtig uit, hè? dat is met bewegend beeld, dat is ja. mooi, dat is een vier kaar, dat is echt zo chic gedaan. Die heeft zo'n ding, hoe heet dat? dat tra, zo'n travel ding. Ja, die hij uh, zelf ook gemaakt heeft. Ja, ja, dat was ook een uh, aflevering. Ja, ja. Die gast spotman. is zat en dat is zo so cool. Ik herinner me nog dat ik bij hem, naast hem zat, dat was bij, uh, um, bij Scheiden in de Schepping. Hm. Was en dan moesten ze zo mee een batterijken, een stukje van een tandenborstel en een elastiekje, en zo die net zo bepaalde dingetjes liggen. En wat je daarmee kon maken, dat is zo'n soort dat je daar moteurken op die, de tandenborstel zit, dan wordt die een tandenborstel zo, dat ziet eruit als een kakkerlak. Okay. Je hebt zo van die kleine robotjes. Ik die weet niet meer hoe dat je heet, van die nano-kleine robotjes. En die, 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 ik heb er een thuis, want ik had die meegekregen van de lieven, hij had er de officiële, en die bewegen gelijk een kakkerlak. Heel weird. Um, en hij, de, je kon dat dus maken met gewoon een batterijtje in een, in een, uh, in een stu, de, de kop van een tandenborstel, ja. eigenlijk. En die liggen voor ons in de, uh, de, de lieve zegt: ja, probeer diermonorisiet mee te maken. En ik zat naast een Henk, wij zaten samen en ik ben hopeloos. Hè? Ja. Maar echt hopeloos. Ik ben niet onhandig, maar ik heb totaal geen inzicht in elektronica, ja. in hoe dat batterij... Niks, niks, niks. Hè. Dus ik zat er maar wat mee te kullen en zo. En dan die je dat vast en die doet zo tik, 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 tik. Prrr, dat ding liep over de tafel. En ik had zelfs niet eens een idee wat het was dat ik ermee moest maken. Ja. En die had dat al direct gezien. Je het direct zoiets van, ah ja, tuurlijk, dat is dat. Ja. En dan, dan voel je echt een debiel. Ja. Ach, ik heb dat ook altijd een beetje met de lieven, Als ik zo naast de lieven zit, aan de ene kant met al zijn wetenschap, en dan naast de andere met zijn een enorme technische know-how, die je letterlijk die micro uiteen kan vijzen en terug ineen kan steken... Ja, dan denk ik altijd, Jesus Christ man, dat er ooit een zombie-apocalypse komt. Ik zin echt dood. <laughs> ik ga mij liever zo een Ik zin dood. Ik heb echt niks waar ja. ik me kan overleven. Niks. Ik kon alleen mogen hopen. Dat die gast die dan mij gevangen neemt en aan een ketting ligt, dat ik die hard genoeg kan laten lachen dat hij beslist om mij niet op te eten. Dat wordt ook moeilijk in die context. Van dat de is de basically <laughs> alles waar ik dan goed in zit. Dat is vreselijk. Ja. Dat is de deur, hoe slim dat veel van die gasten Zeker, zijn. Zeker, ja. ja. Als je dat dan kunt combineren met, 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 met te kunnen, als je kunt filmpjes maken dan nog een keer, en je hebt ja. een visueel oog, en je kunt het entertainend doen. Dan hebben we wel een succesformule. En dat verbreedt ook enorm. Ach, zeker in alle geval Dat is een deel van je de persoonlijkheid. Hè. dat, mm -hmm. dat, dat, dat komt de comedy ook ten goede. Hè? Want je wordt ook ah ja, ja. geboord een nieuw publiek. Al. Want dat heb ik ook al gemerkt. Dat er toch, zo'n YouTube-mensen, toch een ander publiek ook. Ah ja, ja. ja. Ik, ik ben wel verschoten... Binnen dus het, het maken van iets, van iets van je eigen en dat online zetten, dat, dat inderdaad, zoals ik daarnet zei, dat daar heel veel positivisme nog zit. En weinig zuurheid. Dat dat nog zo'n hoekje is van het internet precies. Zo de, dat het, dat, het, dat, is dat het goed meevalt. Het geloof like. in de mensheid wordt een klein beetje hersteld ja? door dat je zoiets hebt van... Ah ja, dat is... Uh, er wordt nog wel geapprecieerd, ja. zo de, de, ja, de doe-het-zelf ik was Mecht heel bang uit. om mijn special online te zetten omdat ik wist van wat de aan wie, aan wie stel ik dat hier bloot is dat toch ey, jij weet dat ook als je mm -hmm. is dat je heel veel emotie en, en te, ey, dat is zeker. Dat, ja, en, en dan zeker uw eerste show die al wel, dat is eigenlijk van begin tot nu dat je dat hebt opgebouwd en uh, ja echt, echt mooie reacties gewoon positivisme echt gewoon mensen die, die het goed vonden en die dat laten en ook bedankt om het op te laden zo ja. de mensen zijn die dan toch al ey, toch beseffen van hij heeft toch iets gemaakt ey, en hij zet het hier gratis online dat, dat daar een dank u voor komt, dat vind ik fantastisch. En dan, dan dacht ik van, ah ik dacht dat internet dat, dat, dat al verloren was, die, ja. uh, die, die manier van, van communiceren. En dan, dat, dat geeft inderdaad een beetje hoop eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk misschien een hele mooie vermeten eindigen ja. in deze duistere verkiezingsdagen. Oh. Oh, ja. Dat we toch <laughs> moeten doorhebben dat de, de liefde en de schoonheid niet helemaal weg is uit de wereld. Want ja. dat er toch nog genoeg mensen zijn die bereid zijn om uh, positieve dingen te Zee, zien. Ik mag in... vraag gaan aan u. Ja? Zijn jij nu jij binnenkort weer in het Sportpaleis? Uh, ja. zeg jij heel nerveus nu, of? Ja? Ja, ik. Ja. <clears throat> Ja, ik ben heel nerveus. Je dat zei, besef, volgens... Goh, dus ik ik, had, ik, ik weet waarom dat... dat ik, ik, ik zie nou heel kleine dingen. Uh, ik ga ik van 0 tot 200 op ene seconde ja. uit voor geen enkele reden. Ik, ik vertelde dat gisteren nog. Ik had bijvoorbeeld gisteren met een, met een Andries, die zei iets over... Dat ging dan over de verkiezingen. En ik reageerde duizend keer heviger ja. dan dat ik normaal zou reageren. En dat je zo voelt... Jezus, man, waar ze de ga naartoe zo, gaan. Je ziet zo, zo er zelfs nog niet even veel mee in als dat gekwaald wordt. Ja. Zo, maar puur omdat dat, omdat dat zo ja, Ik ben sowieso legendarisch slecht in discussiëren. Omdat ik te emotioneel ja. ben. Dus ja. ik verlies ook elke discussie. Mensen die die nonsens verkopen, van, die je zou in de politiek willen gaan. Iedereen <laughs> die mij een beetje kent, weet dat ik nee. echt de slechtste politicus ja. van de wereld zou zijn. Dus dat zou ik nooit niet doen. Dus maar zo in Tsjechenië zou je we wel dat kunnen Misschien zo, daar, zo, misschien zo. zo <laughs> of heel dictatoriaal. Als ik zo letterlijk zo Adolf Hitler geweest alleen maar zou mogen kwaad roepen in een micro. Hey en iedereen dat mij tegenspreekt meteen in een of ander gulag opsluiten. of laten afmaken. dan zou ik misschien wel de man zijn die dat gezoekt. En dat kon ik niet te luid op zeggen. Over want, vijf uh, jaar. waar we allemaal naartoe aan het evolueren zijn. ben ik misschien binnen een paar jaar wel de populairste voilà. politicus komt aan, in deze eraan. Maar nee, als het gaat over, over discussies. Of over, um, moet ik twee dingen altijd over mijn eigen zeggen. Eén, mijn kennis is niet groot genoeg. Dus je kunt mij altijd hebben met dingen dat je, dat je beter weet. En twee, ik ben te emotioneel. Ja, ja. Ik heb te hard de neiging om. om, hm. om Dingen te persoonlijk te pakken en direct dan ook in een tegenaanval, te gaan, die je buitenproportioneel is ook. Waardoor dat. Uh, waardoor en is het dan meer emotioneel doordat door je nerveus bent of zo? Ja, uh, ja. absoluut. Ruud, want ja. ik heb dat wel altijd. Ik bedoel, ik ben okay. gewoon al niet goed in discussies. Ik doe dat ook niet graag. Maar wat ik wel heel erg uh, heb is, ja, ik voel wel de. Zoals ik al zei, dat je bijvoorbeeld. Um, dan ben je ook heel lang te praten. Ja. Dat is ook typisch uit jij ene wacht te zijn. Ja, het nu en toen, dat uh, <laughs> Ja, hè? Wat ja. was een, een flauw grip. Nee, maar je hebt wel gelijk. Je hebt wel, wel, wel gelijk. Shit. En dat is het ook ja. goed als dat uitkomt dat het al gaat. Ja. Dat is kinderhoor. Ja. Ja, ja, wel... Als iemand anders buiten ons drie dit hoort, hm. dan is hij al overladen met lof. En dan ze, ja, gaan, ja, ze gaan ja, niet of, meer aan mijn tents. Ze gaan of niet compleet, meer zenuwachtig. compleet verguisd. Zeggen ze van nou, ah, vreselijk en afschuwelijk. Verkruiseld. 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 Het woord van de dag is verkruiseld. <laughs> en zo, ja, is, komt goed, zo, is, zo is de cirkel rond. En, en misschien en een allerlaatste cirkel. Dat moet ik je wel toch nog even geven. Ik kan het niet echt laten zien. Maar ik wil toch even zeggen dat ik wel zo het dagprogramma van ST World zal laten zien. Dat gaat over uh, de plastische chirurgie in Turkije. Okay. Dat is al geregeld. Aankomst op het vliegveld. Chauffeur. Wacht u op. Uh, hostess zit er allemaal bij. We nog een lezen. Prachtig resort. Eten, drinken en ook de behandeling erbij. Vijf dagen al in een heel team van dokters dat jullie stonden op te wachten. Ja. Ziet er ook best chicken. Hey. Mega cool. Het is alleen jammer dat je niet kunt genieten van het buffet. Want je krijgt je mond niet meer open. Is... Of je alles ja. doet in je ja. gezicht doet pijn. Dus jammer, maar helaas. koeken fretten gaat er niet bij zijn. Jammer, oké, okay, dan pas ik. Dat, moet no, ik dat moeten we niet <laughs> hebben, hè? Niks daarvan. Misschien wordt in jouw minister van Volksgezondheid Lucas Lely heel uh, <laughs> de piramide terug op zijn kop gezet. Hey, in ieder geval, uh, ik weet dat deze een heel gemeen grapje is. Maar je gaat nog veel moeten bijfreten. Dat je er ongezonder wil Zien dan de vorige minister van Volksgezondheid? Goed punt. Ah, die moest ik bezig eens uitnodigen, ja. Zich, uh, ja, dat moet ik misschien <laughs> ja, wel eens doen. Ja. doen. Goh, in ieder geval, Lucas, merci dat je hier heel was. Heel bedankt dat, dat je mocht komen. Dat was mega awesome. Uh, is deze is leuk. sowieso de diepgaandste discussie <laughs> over koeken die er ooit is vastgelegd door de mensheid. Verder dan dat gaan we niet gaan. Andries, het was weer al uh, awesome. En ik ben zoals altijd Alex Agnew. Dat was het voor Welcome to the AA. Volgende week zijn we daar terug. When we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ik ben hier aan je gezond. Al het ergens over moet gaan, ik zijn de besteed. Not de feest. Glimmers op de minnen. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.